Welkom bij aflevering 51 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast, waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en in Zwitserland zit live Wijnand Luidjes. Ja, weer op een andere plek nu. Ja, de vorige oh. week in München, nu in, uh, in je kamertje in Zwitserland. Ja, en ik wilde eigenlijk op kantoor gaan zitten, maar uh, ja, dat zat er niet in. Dus, nee, die uh, was dicht. Die, die is dicht, ja. Dus nu zit ik ja. op mijn uh, prachtige, uh, geïnspireerde IKEA uh, meubilair. Dus ik zit heerlijk. Nou, dat is goed om te horen. Um, ja, daar gaan we van start, denk ik. Eerst even de disclaimer, natuurlijk. Alles wat wij vertellen, is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Uh, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satosciradio.nl uh, je kan ons op diverse manieren steunen en ook deze links vind je op de website. En over die website gesproken wij, want die is helemaal vernieuwd. Ik zag het, ja. Ik zag het. Uh, je die... was druk bezig. Het was uh, Agile, DevOps, Waterfall, alles door elkaar. Ja, het was gewoon live in productie werden die changes uh, er doorheen gegooid. We hebben geen testomgeving, dat gaat allemaal gewoon live uh, in, uh, in productie. Zoals het een goed uh, developer uh, betaamt. Nou, wat ik tof vond is... Um, ja, dat, dat we in de, in de channel natuurlijk uh, had ik wat dingetjes gevraagd. En dat er direct, uh, voor mij was dat Matthijs, die, uh, die maakte direct een, een mock-up mm -hmm. uh, in, uh, in een of andere Adobe-tool met allemaal buttons. En misschien moet je dit doen en dat doen. Ja, ik heb hier uh, wat met Robin, die kwam, we hebben een, nieuwe, een nieuw member, w WJ Constant. Dat, dat, dat klinkt heel hoog geacht en dat, uh, dat is het ook. Die weet ook van alles uh, ervan af. En uh, onze Lieke Trading Platform, die had er wat over te melden. Nou ja. Iedereen had daar, die kwam daar schoot haar te hulp en dat ja. is heel gaaf, dat, dat die community direct helpt. Het was een prachtige sprint, het was echt uh, geweldig. Het was een, een van de mooiste sprints uit mijn leven, volledig agile inderdaad. Um, maar we zijn hier niet met z'n tweeën, het is op de valreep weer gelukt om een, uh, om een gast te halen, dus dank voor je flexibiliteit uh, alvast. Maar ik zal je eerst introduceren, want uh, ik heb het hier opgeschreven dat jij een, een cryptocurrency duizendpoot bent. Misschien een blockchain duizendpoot, dat is misschien beter om te zeggen. Want als co-founder van het Blockchain Talent Lab brengt hij talent in contact met uh, verschillende blockchain bedrijven. En daarnaast organiseert hij op dit moment de Dutch Blockchain Week. Een conferentie waarin meerdere steden blockchain talks en workshops, uh, workshops gegeven zullen worden. Uh, daarnaast schijn je ook een aardig potje te kunnen golven. Ik kan wel een balletje slaan. Ja, precies. Dat dacht ik al wel. We hebben onderzoek Niet gedaan. Niet fantastisch, maar... <laughs> een, een, okay. aard, een aardig balletje, laat het daarop houden. Ik heb het over niemand minder dan uh, Rudolf van E. Rudolf, welkom. Dankjewel. Leuk Fijn dat, dat je, je er bent. kan zijn. Ja. ja, dat vinden wij ook. Want uh, ja, we, we, ja, we hadden eigenlijk uh, ja, ons een beetje gefocust op, uh, op uh, uh, het, het technisch rondkrijgen van de aflevering. En toen zaten we te kijken en... Uh, we hadden hmm. nog een, een gaatje vrij en jij was zo flexibel om daar direct in te duiken. Met ook nog een super relevant onderwerp, denk ik, op dit moment. Fantastisch. Ja, we zijn al langer in contact, dus ik ben ook blij. Uh, ja, met dat het uh, eindelijk zover is. Zo is het. Um, ja, de stellingen denk ik, Wijnand. Ja, gooi ze erin. Ja, jij of ik? Ah, ga ik beginnen? Nee, zal ik beginnen? Ja, natuurlijk Ja, Satoshi. Ja, ja. Satoshi of Vitalik? Satoshi. Golf of wintersport? Oeh, wintersport. Een trading bot of handmatig traden? Trading bot. Public of permissioned? Mm, uiteindelijk kies ik voor public, middels permissioned. Ik uh, kijk vooral naar hardware-oplossingen. Yeah. Een workshop of een presentatie? Workshop. Blockchain Talent Lab of de Dutch Blockchain Week. Oeh. Ja, dat is een Zo. Die is, gemeen. Uh, die is heel gemeen. Kun je daar tussen kiezen? Ik vraag hem af. Um, nee, dan ga ik voor Blockchain Talent Lab. Maar uh, je mag altijd uh, terugkomen op een stelling. Of je er al wat doen. meer informatie geven. Dus, dus waar heb jij nog wat meer over te, te vertellen? Um, ik, uh, ik was heel blij toen jij net het woord community noemde. Ik denk dat uh, communities en ecosystemen heel belangrijk in deze space zijn. Um, en daarom vond ik het ook de gewetensvraag die je net stelde over de Dutch Blockchain Week. vanuit uh, Blockchain uh, Netherlands, natuurlijk de, de stichting waarvan we dit uh, initiëren. Um, dat het een eigenlijk ook niet zonder het andere kan. Um, omdat je het gezamenlijk doet. Um, dus dat wilde ik nog eventjes toevoegen. Ja. En um, ik ben ook wel benieuwd naar, naar wat je te zeggen hebt over de public of permissioned. Um, dat je daar natuurlijk een beetje een hybride vorm uh, zei. Ja. Nou ja, als ik kijk naar bijvoorbeeld privacygevoelige informatie, die wil je misschien niet op een public blockchain hebben staan. Maar de transacties uh, of de claims op een zeker moment, die wil je wel daar hebben staan ja. uh, ter bewijsvoering. Uh, dus in die hoedanigheid uh, beargumenteer ik dat. Ja, precies. Hey, um, ja, wij, wij, wij gaan altijd te snel, Wijnand en ik. En dan, uh, dan gaan we heel erg hard de diepte in. En ja, dan weten we eigenlijk works. helemaal niet wie er tegenover ons zit. Dus, dus wie is Rudolf nog meer? Je kan golfen, wintersport zag ik, een beetje reizen. Ja, ja, ik hou van uh, reizen, uh, nieuwe culturen ontdekken, met verschillende uh, mensen in aanraking komen. Ik ben echt een verbinder, netwerker. Ja. Uh, zo ben ik ook eigenlijk in Blockchain Netherlands gerold. Uh, eind 2016 mee gestart. Uh, nu zijn we. Destijds was ik met de co-founder Mark van de Kimberaden. Uh, en inmiddels zijn ook Beret Voes en Wesley van Heijen daarbij gekomen. Ja. We zijn met een uh, vrijwilliger of twintig. Uh, en zo hebben we ook de Dutch Blockchain Week uh, geïnitieerd. En wat ik nog wilde toevoegen aan wat je vertelde over Blockchain Talent Lab. Het is niet alleen carrières, maar het is vooral ook edu educatie. Ja. Het gaat om die awareness bij mensen. Dat, uh, dat is op dit moment denk ik het belangrijkste. En daarna de carrières, ja, want hoe doe je dat dan uh, me, uh, geef je lessen, colleges of, of, of? dat fa uh, faciliteren wij? Ja. ja, klopt. Hebben jullie wel eens met het LISC-center wat gedaan in Utrecht? Ja, absoluut uh, cool. Die jongens ja. hadden we een paar weken geleden, ja, in de Jurre podcast. Joost, ja. hele goede gasten. Oké, okay, nou, dat is goed om te horen als ze luisteren, dan, uh, dan, dan denk ik dat ze waarschijnlijk wel. Ja, okay, ik hoop het <laughs> inderdaad. Um, ja, maar, maar gaan we toch weer naar die techniek mm -hmm. uh, golven, uh... ja. Je hele leven al? Hoe kom je bij golf? Nou, dat is nou, niet ik... echt een uh, sport in Nederland... Waar, waar de meeste jonge mannen uh, vrouwen van mij apart aan, aan beginnen. Nou, het zal je verbazen... maar ik golf heel veel mensen. Ja? Um, uh, in mijn familie ook. Um, maar ik heb, ben meer een, een hockeyer. Oké. Okay. Dus ik uh, dus van sport. sport Toch is ook met een, met, met een stok... of een tegen de bal ja. slaat uiteindelijk. <laughs> ja, ja. ja een hey, 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 ba balletje is heel leuk. Ik heb, uh, ik heb ook uh, mijn uh, buffet Bart, vergis je niet... Ja, maar jij bent de oude man. Dat hebben we vorige week vastgesteld <laughs> bij je dan. Ja, dat is waar. Maar wel handicap 54. Volgens mij staat het laagste ook. Dus, uh, <laughs> ja, je probeert het in ieder geval. Ja. spreekt voor je. Ja, ik, ik moet zeggen dat zoeken hele tijd naar die bal, dat was op een gegeven moment uh, dat ik dacht van ja, wat ben ik aan het doen? <laughs> <laughs> nou, daar is ook technologie voor. Om je bal te vinden. Ja, 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 golfballen op de blockchain, zodat je ze makkelijk terug kan vinden. Voor de <laughs> <Ja>. traceability. <laughs> ja. Ik hoor een, een ICO of een IEO aankomen als ik dat... Ik uh, gaat een um, whitepaper geschreven Ja, worden. precies, whitepapers schrijven we inderdaad. Hé, hey, uh, we gaan het deze week hebben. Natuurlijk, we hebben wat nieuwtjes uh, deze week. Uh, de marktupdate en uh, daarna gaan we met Rudolf verder uh, praten... over uh, de Dutch Blockchain Week vooral, maar ook dus de uh, Blockchain Talent Lab. Uh, maar we beginnen met het nieuws van de week. Uh, mede mogelijk gemaakt door Lekker Crypties. Um, ja, de BNR Podcast Awards, die spelen nog steeds... en uh, ja, ik zat te denken van de week, Wijnand, dat marketingbudget van ons, dat, dat brandde in mijn zak. Ik dacht, ja, dat moeten we over de balk smijten nu. Dus uh, ik ben naar Fiverr gegaan. Ken je Fiverr? Ja, ja dat, is een, uh, dat is een ja, platform waar je, waar je, waar je heel goedkoop, uh, ja, gigs noemen ze dat dan... Uh, uh, kan Kopen en mensen, ja, die, die, die kunnen daar dan een logootje maken of iets anders voor een paar euro of een filmpje. Precies, dat hebben wij gedaan. Ja, nou ja, wij hebben dus ook een filmpje <laughs> nee. gedaan van een nee. of andere uh, pop of zo. En die gozer die zit in Amerika, die die neemt dan voor een green screen ja. neemt hij jouw tekst op met zo'n pop. En uh, nou ja, dat hebben wij ook gedaan, alleen dan om uh, te stemmen op Satoshi Radio. Um, dus ja, dat kan nog steeds. Uh, tot wanneer? Volgens mij tot de vierde of zo, Wijnand. Ik ja, vlak ja, vlak ervoor. Ik print me er niet op vast, maar ik dacht ook om, uh, om, om ja, de vierde of, of de derde, zoiets geloof ik. Maar uh, ja, nou, we hebben de kaart al geboekt. We zijn er gewoon bij, hè? Ja, ja, uh, beide ook zelfs. Ja, ik kom, voor, ik kom er weer terug. <laughs> ja, ja, precies. Dus dat, um, nee, dat komt helemaal goed. Dus uh, www.podcastawards.nl en dan uh, stem op ons. Um, en we hadden natuurlijk een ledger weggegeven. Die heb ik opgestuurd en uh, ja, nou, ik bestel Alex redelijk Pestijl. veel. Precies, ik bestel redelijk veel pakketjes uit, uh, uit China en die pakken dat altijd zo mooi in in, uh, in bruine tape. Dus dat had ik nu ook gedaan en uh, hij is helemaal aangekomen bij uh, Thomas. Ik weet nu ook hoe die heet inmiddels. Uh, dus Thomas. Um, ja, nou, veel plezier ermee. Leuk dat je het even in de channel gepost hebt en ik hoop dat je of wij hopen dat je cryptocurrency zo uh, zo veilig als het maar kan staat. Um, Zelfs een handgeschreven brief van je erbij zag ik. Je bent echt helemaal Een handgeschreven brief. Ja, je moet toch. Dat is, dat is die customer feel die je moet creëren <laughs> met je bedrijf. Hè. Dat, uh, ja, dat is, uh, ja, dat zit in je of niet bijna. Ja, uh, echt... uh, blij, blij, blij dat het bij ons wel zo is. <laughs> um, eens even kijken. Ja, jij hebt hier iets over uh, um, BBC. Ja, dan denk ik aan wat anders als ik dat lees, maar ik denk dat jij het even moet uitleggen. Hoezo denk jij aan iets anders dan? Ja, dat, dat is uh, not suited for work. Dus dat, uh, dat mogen mensen opzoeken op, uh, op Google met uh, adult filter eraf. <laughs> um... <laughs> Oké, okay, dat doe ik bij de uitzending wel even. Maar uh, dit ja, gaat maar gewoon hey. over, het, over het Britse netwerk. <laughs> ja, de, de, de staatsomroep is ja. dat uh, hebben we ja. het ja. over. Hè? Ja, en dat, okay, gaat, na, dat, gaat, dat gaat natuurlijk al uh, gewoon over de geruchten die rondom Facebook al lang zijn. Hè? Dat zijn een eigen chain of een eigen coin. Ik denk dat het logisch is dat ze een eigen blockchain uh, chain aan het bouwen zijn en niet zo plug op Ethereum of iets dergelijks. Maar er is uh, nu weer naar buiten gekomen dat ze met de, de Global Coin bezig zouden zijn, zo zou die nou gaan heten. Nou, nogal uh, veel opheffen over, hè, want Facebook is de laatste tijd niet alleen maar positief in het nieuws uh, rondom privacy. Uh, die Mark Zuckerberg is al gedaagd en heeft zich overal moeten verontschuldigen. Dus die, uh, ja, die zit al het in het uh, beklaagde bankje. Uh, maar, maar los daarvan, hè, wat biedt Facebook natuurlijk aan? Die Heeft allemaal, volgens mij, ja, ik heb niet een actief gebruiker meer, eigenlijk al lange tijd, maar volgens mij had je nog steeds van die games. En dan kon je ook uh, uh, pakjes kopen, of kostuum, of, of weet ik, upgrades of levels hè, in, in game aankopen, eigenlijk uh, hoe dat dan uh, gewoon heet. En dat willen ze dan misschien mogelijk gaan maken met hun eigen, hun eigen cryptocurrency, dat zal al begin volgend jaar live moeten komen. Uh, het artikel rapt over twaalf landen. Ik kon niet zo snel terugvinden welke twaalf landen dat zijn, maar waarschijnlijk de US en uh, plus een beetje. Uh, maar wat wel grappig is, dat, uh, dat las ik dan ook bij, uh, bij onze vrienden van Lekker Cryptisch: dat het al tien jaar geleden dat ze het ook hebben geprobeerd met Facebook Credits. Hè, dus dat ze toen ook al bezig waren met een soort digitale munt of een digitale oplossing om eigenlijk precies hetzelfde te proberen. Uh, maar goed, nu hebben ze natuurlijk uh, de, de blockchain-hype en de cryptocurrency-hype ook uh, gezien. En volgens mij hebben ze ook al vaker talenten aangekocht, her en der. Uh, om dit ook gewoon technisch te ontwikkelen. Uh, maar goed, het is natuurlijk een hele ophef, omdat je met je koopgedrag natuurlijk heel veel kunt monitoren. En zij kunnen dat ook nog eens linken aan, aan personen. Uh, maar goed, ik, ik, ik snap de ophef. En het is natuurlijk behoorlijk, uh, behoorlijk ja, een mogelijk inbreuk op privacy, misschien nog verder dan ze nu doen. Maar goed, als ik het dan afzet tegen Apple Pay en al dat soort diensten... die ook gewoon mensen heel makkelijk kunnen koop, koppelen... dan vind ik nu wel dat, uh, dat het alleen maar negatief uh, wordt belicht. Dus ik, ja, ik vind dat dat ja. best wel genuanceerder kan. En ja, mensen die op Facebook gaan en die graag daar spulletjes willen kopen... of misschien ook willen uithandelen... Ja, die, 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 willen misschien dat wel, die willen misschien wel die currency daarvoor gebruiken. En momenteel kan dat gewoon niet. Ik, of, of, hoe betaal je tegenwoordig in Facebook? Is dat creditcard of zo? Ik, ik weet het niet eens. Ja, voor je advertenties met creditcard in ieder geval, of Paypal waarschijnlijk. Ideal denk ik eigenlijk ook wel. En als je iets in een spelletje koopt, is dat dan, ga je dan naar zo'n provider toe nou, van het ja. spel? Kijk, het ding is een beetje dat volgens mij veel mensen erover vallen dat, dat dit dan een cryptocurrency genoemd mm -hmm. wordt, zeg maar. En natuurlijk is het niet decentraal. En, en weet je, dus als je het, op die, als je het tegen bitcoin afzet, dan, ja, dan, dan, dan slaat het nergens op hè, eigenlijk. Um, maar ja, weet je, in, in, in de gaming is het natuurlijk al al tien, nou, tientallen jaren is een beetje veel, maar toch al een aantal jaar zo dat, um, dat je bij FIFA koop je ook FIFA points, weet je. En bij Fortnite koop je ook uh, V-Bucks volgens mij. Dat is natuurlijk exact hetzelfde. Dat is gewoon een manier om... Loyalty uh, eigenlijk. Komt ja. er meer, meer een loyalty programma bijna. Ja, het is ook niet... Dat ook niet Per se, zeg maar, bij, bij FIFA, uh, daar, daar koop je met geld FIFA-punten. Mm -hmm. En met die FIFA-punten kan je in-game aankopen doen. En in dit geval zijn dat pakjes met, met voetbalplaatjes. En bij Fortnite is het zo dat je dan een, een skin vaak kan kopen voor je geweer of voor je character. Of een nieuwe. Uh, uh, dat je character er anders, visueel anders uitziet. Zodat je opvalt van de rest eigenlijk. Yeah. En, dus het is echt een manier om. Um, ja, echt geld om te zetten in een soort van, van, van kermiscredits eigenlijk zou je het bijna kunnen noemen. Ja, digital asset eigenlijk gewoon hè, in de vorm van een zwaard of een dansje of weet ik veel wat. Ja, maar het, daar zitten dus die punten nog tussen, die credits zeg oh, Oké, okay. ja, ja, klopt. Ja. En... Um, Kijk, en, en als Facebook nu had gewoon gezegd dat het inderdaad Facebook-credits waren, of uh, eh, vergelijken met kermismuntjes of festivalmuntjes, dan als er niemand over gevallen. Maar nu willen ze een beetje meeliften op die cryptocurrency-hype. Ja, en als je het echt een cryptocurrency noemt, waarvan je zegt het moet decentraal zijn, openbaar, noem het allemaal op, ja, dan, dan daar voldoet het natuurlijk niet aan. Nee, maar dat is Maar je hoorde ook. Dat is natuurlijk niet anders ja. dan met die uh, de ICO's. Die hebben ook gewoon een, een centrale partij erachter die het ontwikkelt en het uitbrengt en beheert vaak. Dus ja. Nee, nee ja, precies. Maar daar vallen natuurlijk ook veel mensen over. Mm -hmm. um, maar nou, ik, ja, het, ja. het, Kijk het waar ding ik... is gewoon een beetje dat, dat. Ja, weet je, niemand is ooit gevallen over die virtuele uh, credits die al die gaming. Uh, 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 of al die games uh, uitgeven, weet je wel. Of er zijn nog wel, wel meer. Uh, meer dingen. Kijk, het, het probleem wordt als een van de groot festival in Nederland gaat zeggen van onze uh, uh, festivalmuntjes, hè, die plastic dingetjes dat is nu een cryptocurrency. Ja, dan slaat het ook nergens meer op. Maar het idee aan dat je gewoon uh, Facebook credits kan kopen en daarmee uh, uh, aankopen kan doen op dat platform is natuurlijk niet zo raar. Heeft het dan niet meer ermee te maken dat omdat het Facebook is dat ja. daarom mensen precies, precies. misschien ja. sneller geneigd zijn om er een uh, negatieve mening over ja, te zeker. En de vraag is natuurlijk, in hoeverre is het buiten het Facebook-ecosysteem te gebruiken? Denk het niet. Ik, ik denk het ook niet. Ja, nou ja, ja, dat, dat zou, zou je nog kunnen zeggen dat dat natuurlijk het Facebook-ecosysteem uh, is inderdaad. Maar weet je, kan ik dit vrij naar iemand anders verzenden? Weet je, of moet dat via Facebook zelf? Dat is natuurlijk een beetje... Dus de, ik denk dat de vraag hiermee is, van is het nou een cryptocurrency of niet? Uh, en uh, dat het voor de rest eigenlijk helemaal niet zo uh, opzienbarend is, denk ik. Nee, ja, en hier is natuurlijk gewoon het merk Facebook wat zo besmeurd is, waardoor dat nu zo'n ophef is. Um, maar laten we eens inderdaad afwachten wat ze willen. Maar volgens mij is het inderdaad niet treedbaar buiten het platform. Dat is wat ik dan her en der nee. lees. Maar het zijn allemaal geruchten, hè? want er is natuurlijk geen officiële nee. out outing over geweest. Dus het blijft afwachten. Nou, uh, wat wat jij is... ook, 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 net, ook net zegt, hè? in hoeverre is het app, uh, anders dan Apple Pay bijvoorbeeld. Uh, nou, dat dat wel echt geld is. Met Apple Pay kan ik uh, in dollars of euro's afrekenen bij een uh, merchant of uh, bij een winkel. Mm -hmm. En uh, met die Facebook credits is volgens mij no, de, ja, dat niet helemaal het idee. Het is niet zo het, dat je daar overal mee af kan, kan gaan rekenen. Ja, misschien maken ze wel marketplaces. Hè? Ik heb geen idee wat ze willen doen. Maar goed, Apple die ja. weet natuurlijk ook, uh, die kan ook nu tracen wat jij aankoopt en wat jij niet doet. Dus in verre, ja, ja. Ze zeggen dat ze dat niet doen trouwens. Maar ja, dat is natuurlijk altijd weer uh, de vraag in hoeverre dat ja. Ja. waar is. Maar daar, daar hebben ze heel erg op gehamerd. Wat ze ook gedaan hebben met die vingerafdrukscanner van ze, daar zeiden ze natuurlijk ook van dat zit in een dedicated stukje hardware wat wij niet in kunnen zien, uh, en dat zou hier hetzelfde moeten zijn. Ze nemen wel veel mensen aan in ieder geval. Ja, dat, dat, wel, de, dat zeker. Developers. Facebook bedoel je? Mm -hmm. Ja. Facebook. Ja. Um, ja, dat is. Dus dat ik zag trouwens ook dat ze de strijd aan gaan met Tinder. Dat hoorde ik vanochtend bij, bij RTLZ. Ik zat RTLZ te kijken, ik weet niet waarom. Maar als een echte business-zakenman uh, het betaamt. Ah, ja, je, eens, uh, ja, een sigaatje en een cognacje. Ja, inderdaad. Mijn ontbijtje erbij. Het FD, het, 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 het FD opengeslagen. En ik zat eens dus even te kijken. Ik vond het mooi. Weet je wat ze zeiden op een gegeven moment? zei ze nou de AX, um, is die weer een beetje. Dat vroegen ze aan de beursanalyst, die daar dan op beursplein staat. Van, is hij weer een beetje bijgekomen? En zei hij, ja, nou wel meer dan bijgekomen hoor. Want we zijn 0,7% punt omhoog. Toen dacht ik, ja, ja daar zit je midden in, in, in dat crypto wereldje. Waar, waar, waar een beetje bijkomen of een dip van 10% gewoon normaal is. Weet je wel, Het is zo'n compleet andere wereld. Dat vond ik wel uh, grappig. Maar ze gaan dus de strijd aan met Tinder, Wijnhand. Jij bent een veelgebruiker. Dus uh, wat, denk, wat denk je ervan? Ik heb het uh, nieuws gemist, want ik, uh, ik heb hier geen net heel zet, jongen. Maar uh, wat, uh, wat willen ze doen dan? Gewoon, um... ja ook, ook een dating app uh, gaan maken ze op hebben de, de data ja. Ja, ja ze hebben natuurlijk het nou, niet, nee, nee 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 heeft helemaal niet met blockchain nee, te maken nou, gewoon, maar, maar <laughs> nou, ja, het geweldig, is wel interessant om we met het allen, ons, allen uh, proberen nou het grappige is natuurlijk het werd heel erg uh, uh, ze hadden het heel erg over van het aantal gebruikers dat Facebook heeft het aantal gebruikers dat Tinder heeft dat Facebook zoveel groter is maar wat jij zegt het gaat meer om die data ik bedoel zij kunnen gewoon zien wie jij loopt te stalken op Instagram en als zij jou, zij jou ook stalk, dan kunnen, kan Facebook jou matchen. Dan hoef je zelf niet eens meer te swipen. Dat, dat is het. Dat, ze hebben zulke bergen met data dat zij beter weten um, wie bij jou past dan dat jij dat zelf weet. Exact. Ja, maar vaak en, op, dat soort ja, op dat soort platformen log je ook al in hè, met je Facebook account. Of in ieder geval wordt dat gelinkt. Je hebt je ja, maar op, dit is van Facebook. Mm, ja, en dan haalt... Ze hebben ook op, op SoundCloud en op Spotify en al dat soort diensten kun je altijd inloggen via Facebook profiel. Ja. Daar weet ik niet hoeveel data ze daar krijgen, of met het alleen nee. het inloggen. Weet maar ik het. volgens mij willen ze daar juist van af dat, dat, dat je standaard via Apple, Facebook ja. ergens naar binnen moet. Wie wil daar vanaf? Uh, regulators. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Ja. Het is Voor de gebruikers ook vaak: uh, je hoort het vaak dat mensen zo'n Facebook blijven houden. omdat ze heel veel accounts hebben gelinkt ja. daaraan. Ik ben er een tijdje geleden mee gestopt, maar ben ik wel overgegaan op Google. Dus dat is van het ene kwaad naar het andere. <laughs> maar um, ja. Ik precies hetzelfde. Ja, ja. Um, eens even kijken. Uh, ja, Wat hebben we allemaal voor nieuws? Wat hebben we allemaal vernieuws? Nou, even een luchtig nieuwtje. Uh, margin trading op uh, Binance is live gegaan. Uh, voor, de, voor de echte degenerate uh, gamblers onder ons. Die, uh, waarbij crypto nog niet volatiel genoeg is. Nou, je kan het nu nog uh, gestoorder maken. Dat kon natuurlijk al trouwens, op uh, Bitmax. Uh, en uh, Deribit. Of Deribit. Uh, daar kan het ook. Uh, dat zijn platformen waar je dus kan margin traden. Heb jij dat wel eens gedaan? Nee, maar ik ken Deribit wel. Ja, ja precies. Ze zijn heel cool hoor. Zij zijn best wel gegroeid. Uh, zij doen het volledig op Bitcoin als, als onderpand, niet met dollars volgens mij. Dat is heel, heel gaaf. Um, ja, wat is het? Het is altijd een beetje uh, lastig, een beetje theoretisch. Uh, op bugs kan het ook trouwens. Dat is die Nederlandse app waarmee je met ETF's en uh, uh, mm -hmm. trackers kan traden. Het is eigenlijk gewoon een hefboom. Dus je leent geld bij, waardoor je voor een groter bedrag eigenlijk een positie inneemt. Dus heel kort gezegd, je maakt veel meer winst als het omhoog gaat. Maar je wordt ook veel sneller uh, ga je de boot als je verlies maakt. Namelijk dan wordt je positie uh, geliquideerd en je onderpand uh, gaat eraf. Dus ja, het, ja, het, het wordt echt gokken, eigenlijk. Maar goed, bijna gaat het doen. Uh, het is live, hoorde ik vanochtend in de channel. Volgens mij met uh, hooguit een uh, hefboom van twee. Ja, dat, dat betekent de als je. De uh, regulations uh, las ik. Ja, ja dat uh, zei Christian inderdaad. Um, dus uh, een, een hefboom van 2 betekent: je kan 50 euro inleggen. Dan krijg je een positie van 100. Uh, maar als je dan 50% te min in gaat, dan uh, ben je 50 euro kwijt. Ehm. Um, Terwijl je als je normaal gewoon voor 50 euro zelf had ingelegd zonder hefboom, dan, ja, dan kan je 100% de min in nemen in, in principe. Dus het is lullig als je dan net een enorme spijk naar beneden hebt, wat je wel eens ziet uh, uh, bij de cryptos. Dan ben je geld kwijt en daarna spijkt het weer omhoog en dan, had je, dan ben je het ook kwijt, dan, uh, dan is het weg. Waarom zouden mensen het doen? Omdat je dus veel, met veel kleinere posities heel veel winst kan maken. Dus ik leg bijvoorbeeld 100 euro zelf in en ik leen 900 euro bij. Dan heb ik een positie van 1000. Um, gaat de koers dan 10% omhoog, dan heb ik 100 euro winst. En dan sluit ja. ik mijn positie. Oh. Terwijl normaal gesproken, als ik dat met die 100 euro van mezelf had gedaan, had ik 10 euro winst. Het probleem is dus ook dat uh, je nog maar 10% omlaag kan gaan. Want dan ben je 100 euro uh, inleg kwijt en dan liquideren ze je positie. Ja, en dat is het lullige ervan. Dus ik heb het wel eens op bucks gedaan uh, vroeger. Ja, en dat, het vliegt alle kanten op en voordat je het weet uh, is je positie weg. En, en het lullige dan is, dan gaat die bijvoorbeeld 11% omlaag, direct daarna weer wat omhoog en jij bent je positie kwijt. Terwijl je normaal gesproken uh, had je dan gewoon een kunnen doen, om het maar in crypto termen te, te noemen. Mm. Dus dat, uh, leuk, gaan we in de gaten houden. Ik ben benieuwd uh, hoe, uh, hoe gestoord ze dat gaan maken of dat ze het bij die twee, uh, uh, twee keer um, uh, hefboom houden. Hé hey, uh, Wijnand, wat, uh, wat hebben we nog meer allemaal? Ja, heb je dat, uh, dat uh, raceautootje gezien waar uh, iemand meer dan 100.000 dollar voor heeft betaald op het Ethereum? -netwerk? Nee, dat klinkt als uh, crypto, Kiddies. Ja, nou, dat deed het mij dus ook al direct aan denken. Maar er is blijkbaar een nieuw soort spelletje. En dat gaat uh, eigenlijk is dat niks meer dan verzamelen uh, momenteel. Uh, inderdaad, vergelijkbaar met CryptoKitties, dat was natuurlijk vorig jaar een hype waarbij je, allemaal virtuele katten hadden, uh, waarbij je virtuele katten had, die allemaal verschillende eigenschappen had en ook een bepaalde zeldzaamheid. Uh, nou, dat gebeurt nu gewoon weer opnieuw, uh, want nu heb je dus een spelletje. Even kijken hoe heten die gasten nou, iets met Formule 1, ik zal ze even snel opzoeken, ik had het hier staan. Ze heten de F1 Delta Time. Nou, ik had, ik had er nog nooit van gehoord. En, en, uh, maar goed, het is weer die hype. Uh, die begint wel echt weer gekke dingen te doen met uh, mensen. Dat vond ik het uh, meest bijzonder eigenlijk. Ja, ik zie hier in ons, in ons scriptje. heb je in een bullet point geschreven. Uh, vergelijkbaar met de Crypto Kiddies hype. Maar dat zijn kinderen. Ja, kitties. Ja, zit. Ja, ja. <laughs> ja, Crypto Kiddies ja. zou ook wel grappig zijn, <laughs> natuurlijk. Gewoon. Uh, <laughs> Kleine, kleine <laughs> kinderen die verhandeld worden op de, op de blockchain. Maar goed, dat, misschien is dat ook een ideetje voor een ICO. Um, ja, even kijken wat natuurlijk eigenlijk het belangrijkste nieuws van de week is. Maar dat schrijven we nu een beetje voor ons uit. Omdat het gewoon zo uh, uh, ja, complex is eigenlijk. Maar we hebben het erover gehad. Um, uh, regulering. Um, of regulatie eigenlijk. Um, mm -hmm. Ja, wat, 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 wat is daar gebeurd? Uh, we vorige week over dat die FATF... Die, die um, die, die, die is met een, ja, een nieuwe aanbeveling gekomen, of eigenlijk een soort van, uh, van, van wetsvoorstel. Um, ja, de Financial Action met... Task Force. Hè? Ja, precies. En dat was Amerikaans. Of dat was, nee, dat was globaal. Uh, Nederland was er ook aangesloten. Maar Amerika scheen er nogal een dikke oh, vinger in de pad te hebben. Nou, dat kwam nog eens bovenop de WWFT, die hier uh, al geïmplementeerd gaat worden. En Het gaat vooral. Eigenlijk het, het zwaartepunt ligt in telkens om die KYC en AML, hè? dus anti money laundering en know your customer uh, processen. En um, ja, al die bitcoin brokers of crypto brokers in Nederland, die gaan er dus onder vallen En die hebben nu uh, een, uh, een brandbrief uh, geschreven naar minister Hoekstra van, uh, uh, van Financiën. Um, uh, even kijken, samen met Stichting Privacy First en de, en, uh, en dus de Nederlandse. Um, um, wat is het? Verenigde Bitcoinbedrijven. Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Die hebben dus samen die brief gestuurd. Um, ja, en uh, waar het eigenlijk op neerkomt... en uh, Wijnand, uh, correct me if, if I'm wrong. Um, er staat dus in dat vat uh, in die aanbeveling... er staat dus paragraaf 7b. En uh, waar het daar op neerkomt is dat dus al die uh, brokers... en um, hoe heet die nou ook alweer? Die worden. Er um, is een naampje voor in dat, uh, service, service providers of zo. Bedoel je de poortwachters of de nee, 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 nee. Vir alleen? virtual, virtual asset service providers volgens mij? Ja, VASP, ja, VASP ja, ja. of zo. Ja, ja. En um, daar nou, vallen die brokers dus onder. En die moeten dus eigenlijk allemaal klantdata... mee gaan sturen met een transactie naar de, naar de tegenpartij. Dus er zal een naam in moeten zitten en nog wat andere... Nog wat andere dingen. En daar, ja, daar, daar, daar vallen ze nu heel erg onder. En wat er eigenlijk gezegd wordt, is uh, dat die bitcoin bedrijven niet tegen uh, regulering zijn, ook niet tegen KWC, ook niet tegen EML. Maar dat dat soort gegevens gewoon opvraagbaar zijn uh, door de toezichthouder. En uh, door het meesturen van al die gegevens komt de privacy eigenlijk heel erg in het geding van die gebruikers. Ja, en uh, die brief hebben ze nu gestuurd. En het is de vraag hoeveel. Um, um, Hoeveel impact dat gaat hebben. En dit, het, het hele vuurtje, is, dat is denk ik ook goed om te noemen: het hele vuurtje in Nederland is een beetje aangewakkerd door, door uh, Simon. Um, die is trouwens, uh, volgens mij, um, um, Simon Lelieveld. Uh, die heeft daar een, een heel goed stuk over geschreven. Dat hebben we ook wel eens gepost in de Telegram. Um, uh, ja, die heeft dat vuurtje eigenlijk aangewakkerd. Die, en die zit nu volgens mij uh, vandaag bij de Cryptocast om daarover te vertellen. Dus het is ook zeker een aanrader om daar even naar te luisteren als je, uh, als je daar meer over wil weten. Ehm. Um... En volgens mij heeft hij ook geholpen met deze brandbrief, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik denk dat we hem ook maar weer eens moeten vragen om dit toch weer verder uit te lichten. Want als ik het zit te vertellen, denk ik altijd weer van: oké, okay, ik snap ongeveer waar het om gaat. maar het is toch wel een hele complexe materie. Het lijkt veel impact uh, te hebben. Nou, dat, dat, dat staat als een paal boven water, inderdaad. Dat, uh, de WWFT had al heel veel impact. maar dit is nog een, uh, nog een stap verder. En de vraag is volgens mij: van uh, het is een inbreuk op de privacy, vinden die bedrijven. maar ook hoe is dit te implementeren? GDPR-wise, uh, ja, conflicteert het nogal. Ja, want, want Wijnald, jij zei ook dat in principe banken ook zoiets moeten doen. Ja, die moeten al even kijken. Dat heet dan de Travel Rules, en dan moet je denken inderdaad dat je niet alleen het bedrag of een adres meestuurt, wat je natuurlijk op de Bitcoin netwerk wel gewoon zou kunnen zien, maar inderdaad wat jij net al terecht zag, je moet dus de identity van degene die het stuurt moet je meesturen. Je moet de identity weten wie het ontvangt, uh, de data van executie. Nou, dat dat staat natuurlijk wel gewoon op de, op de blockchain uh, of de Bitcoin netwerk. Uh, maar al dat soort zaken, ja, dat maakt het gewoon dat, dat als ik iets naar jou stuur, dat uh, de partijen of ik moet dat ook, dat soort partijen moeten het meesturen. Ja, dan is het out in the open. En dan is het gewoon echt, je privacy is compleet weg. Um, en, en dat is natuurlijk waar uh, terecht uh, op uh, wordt gereageerd. Ja. En deze organisatie ja, want... heeft gewoon natuurlijk, hè, wat jij net zegt, de WWFT, dat is nog waar landen heel veel een eigen, hun eigen uh, wetgeving hebben. En deze organisatie, die heeft daar toch wel wat meer macht in, lijkt het. En die geven eigenlijk ja. rec recommendations, maar... Uh, dat zijn wel recommendations van waar je bijna aan moet voldoen. Want anders word je uitgesloten in de wereldwijde financiën. En, en dat ja. is natuurlijk iets wat al deze landen niet zullen willen. En ik zit natuurlijk momenteel in, in Zwitserland. Uh, en die hebben natuurlijk ook een, 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 een best wel open houding naar cryptocurrencies. En ik heb ook hun uh, wetgeving van de Vinma er eens even bij gepakt. En de laatste versie daarvan is FINMA 20 of zoiets. Uh, en daar hebben ze ook over. Uh, daar wordt eigenlijk helemaal geen, geen woord gerept zo over die hele cryptocurrencies. Op deze manier waar wij het de laatste tijd over hebben gehad. Maar die zullen ja. waarschijnlijk dan ook wel iets moeten gaan doen. Um, dus ik ben heel erg benieuwd ook naar dit soort organisaties, wat die daarvan gaan zeggen. Ja, ja want wat, uh, wat jij net terecht zegt, hè, in die bankenwereld gebeurt dat dus ook. Um, Alleen daar heb je een soort van gesloten systeem tussen banken, uh, waar, waar zij een app en een internetbankieren aan kunnen bieden, waar ik alleen op mijn rekening kan zien wat er gebeurt. Precies. En als Wijnand mijn geld overmaakt, dan kan ik zien dat het van Wijnand komt. En dat, dat, dat is ook hartstikke handig. Alleen jij, Rudolf, kan niet bij mij zien op mijn rekening wat Wijnand gestuurd heeft. En dat is natuurlijk het cruciale verschil met een, met een blockchain, um, waar dat allemaal wel openbaar is. En uh, ja, als er allemaal naampjes aangehangen kunnen worden, ja, dan, dan houdt het snel op. Weet je, dan, ja, dan is voor mij het nut een beetje um, een beetje weg als iedereen zomaar kan zien wie er naar mij geld overmaakt en wat ik op mijn rekening heb staan, hoeveel bitcoins ik heb, waar ik het naartoe stuur. Dat, dat is eigenlijk alsof de volledige backend van alle banken <laughs> gewoon volledig inzichtelijk is. Uh, door middel van een handige nou ja, een block Explorer in dit geval. En, ja, nee. en, en volgens mij. En de hele historie ja. staat er. Hè? Dus als jij inderdaad uh, die transacties ergens in 2013 hebt gedaan. En ergens valt dat een link aan jou. Dat is dus gewoon helemaal te zien. Ja, precies. Dus die volledige backend, inderdaad, die hele ledger van, uh, staat open. En ja, dat. Um, ja, ik denk dat we daar ook nog in de chat even een discussie over moeten hebben. Want um, ja, misschien hebben mensen nog wat aan te vullen. Ik denk dat Christian hier ook wel uh, wat van af weet. Dus uh, laten we het daar verder over discussiëren. En wat grappig is, of grappig. Uh, opvallend eerder is dat je nu al de implicaties ziet van, uh, van, van, van niet per se dit specifieke stukje wet, maar wel gewoon uh, de, de uh, regulatiedruk in het algemeen. Um, is dat er nu ook privacy coins gedelist worden op verschillende exchanges? Die worden daar afgehaald om, ja, omdat er gewoon met bitcoin wordt het al lastig om hieraan te voldoen. Laat staan met een Monero, uh, met een Monero of, of een Grin of, of, uh, of iets waar helemaal geen adres überhaupt... waar de ledger niet eens publiek zichtbaar is. Maar het, het, het spanningsveld tussen privacy en um, zeg maar het AML, KYC... die lijn lijkt steeds verder op te schuiven richting... Dat er steeds meer gecheckt kan worden. En dat vind ik wel een gevaarlijke trend, in alle eerlijkheid. Ja, ja, het, is, um, ja het, het is zoals het al is in de huidige situatie. Alleen dan met de, met de transparantie van een blockchain erbij. Ja, en dat Precies. is voor niemand, denk ik, wat je uiteindelijk, uh, uiteindelijk wil. Dus ja, we hebben het vorige week al gezegd. Laten we, laten we kijken hoe dit zich um, gaat uh, ja, ontvouwen eigenlijk. En uh, ja, we, we, wat ik zeg, ik bedoel, als je hier meer over wil weten, ja, uh, luister even naar, ook naar de Cryptocast. Want daar zit Simon en die komt binnenkort volgens mij ook weer bij ons langs. Um, maar dat, dat zal nog wel een paar, uh, paar weekjes duren. Maar dan gaan we het hier ook nog verder over hebben, want het is wel echt een hot, uh, hot topic op dit moment. En best wel een flinke impact heeft het. Ja, het heeft een enorme impact. Ja, ja, ja. Um, ja, eens even kijken hoor. Uh, wij dan zullen er nog eentje, nog eentje pakken. Ik weet niet of jij nog wat... Um... Ik zie een nepvolume staan op, uh, op, op verschillende exchanges. Ja, misschien kunnen die heel kort doen. Hè? Want uh, ergens in maart had je Bitwise. En Bitwise wil zelf een uh, ETF uh, rondom Bitcoin gaan doen. En die hebben eigenlijk het pad gekozen om de, de SEC, dus de Securities and Exchange Commission uit Amerika, uh, een soort te educeren, een soort ja, scholing te geven. Dus die hebben ergens in maart een rapport geschreven en die hebben een analyse gedaan over volume op exchanges. En die hebben er toen een diverse aantal, volgens mij een stuk of tien. Of twintig, weet ik veel. Hebben ze er bekeken en hebben ze gekeken, even tonen die nou normaal gedrag? En nou, dat we, toen hebben we die ook besproken. En eigenlijk kwam daar natuurlijk al naar voren dat heel veel van de exchanges eigenlijk werken met fake volume. Nou, waarom doen dit soort exchanges dat? Nou, je hebt allemaal natuurlijk van zo'n websites als CoinMarketCap en et cetera. En die worden gesorteerd op volume. Dus Binance of dergelijke, die staan heel vaak op één. Wat betekent als ik die pagina open, ik automatisch als eerste Binance zie. En ik als eerst denk, nou, volgens mij mijn muntje staat daar. Ik ga lekker op Binance traden. Um, en daarnaast heb je natuurlijk die hype om de, de Initial Exchange Offerings. Dus als jij laat zien aan nou, dat soort partijen dat jij de meeste volume hebt, ja dan komen ze misschien wel naar jou toe. Dus het is heel erg verleidelijk in het businessmodel model om daar fake volume te tonen. Nou, hoe doen ze dat dan? Gaan ze zelf handelen? Of ze gaan heel, de, dat wash trading hè, waar ze hele kleine bedragen opkopen, verkopen, opkopen, verkopen. Ja, dat is natuurlijk gewoon al, ja, puur, dat wat helemaal niet, niks echte transacties zijn. En ze hebben nu een tweede rapport uitgebracht. En inderdaad, er komen er nog meer grote partijen niet goed vanaf. Dat is Huobi, OKX en HIT BTC. Die ook gewoon vreemd verdrag troon. Dus ze hebben hele rare ordeboeken. Als er een enorme spike is in volume, dan is op deze exchanges daar weinig van te merken. En, en op dat soort manieren hebben ze er eigenlijk naar gekeken. En uh, ja, ik denk dat het meer opvallend is. Dat je ziet dat dit natuurlijk wel, vooral omdat de laatste tijd die enorme die volume zo oploopt. Uh, dat het ook gewoon nog wel de vraag is van hoeveel is er echt van? Maar ja. En Bitwise zegt wel terecht: van kijk, dit zijn wel de slechte jongens, maar eigenlijk zit er gewoon een goed bericht achter. Heel veel van de flum is ook wel echt. En dat zij noemen dat de Bitwise Real Ten uh, En dat zijn gewoon uh, uh, exchanges die, 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 waarvan zij denken: van ja, dit is gewoon legit. Zat uh, Binance ertussen? Uh, ik, ja, Binance zat er onder andere tussen en uh, wat ja. andere. Uh, ik heb ze niet te Coinbase ook toevallig? Volgens mij Coinbase hadden ze naar gekeken, Polynex hadden ze naar gekeken. En, en, ja. en, en dat ook wel redelijk bekend hoor. Um. Nou, want we hadden natuurlijk al eerder dit onderzoek gehad, maar toen was het echt. Uh, ja, die exchanges kende ik niet echt. Maar Huobi, bijvoorbeeld, is natuurlijk wel. Uh, het is niet E-level qua volume, maar het zit er net onder. En net als OKX en HitBTC, dat zijn, dat zijn niet meer de, de super onbekende uh, exchanges. Dat vind ik wel opvallend. Maar nou, ja, Hit. Dat, ja. Nou, HitBTC staat niet heel goed bekend volgens mij meer. Um. Nee, maar Huobi was wel. Uh, ja, zeker, Volgens ja. mij is dat geen, geen, geen scammy exchange, zelfs OKX. Dus ja, volgens mij is het allemaal zuid koreaans of even. Ik heb Huobi ook nog wel eens gebruikt uh, dit, destijds. Ja, Versilia hebben wij die gebruikt, ja, oh, omdat ook, hij ja. daar zijn ja, gelist ja. werd. Dat weet ik wel ja, precies. Maar die zitten voor mij tegenwoordig in Canada, maar die kwamen uit ja. Azië in ieder geval. Dat, um, hoe, hoe kijken jullie eigenlijk aan tegen initial exchange offerings? <laughs> ja. Ja, dat is, ja, ja, heb je even. Ja, ik, het is zeg maar, ik... ben wel heel benieuwd. Nou ja, voor mij is het al het slechte van ICO's... zonder het um, revolutionaire en disruptieve van ICO's. Dat, dat is het voor mij een beetje. Zeg maar, ICO's, ik blijf het, blijf het zeggen. Ik vond het... Het was revolutionair. Het was jammer dat het uiteindelijk door... door uh, hebzucht en, en, en gewoon de, dat hele kapitalisme, kapitalistische molen... de hmm. stoomwalst eroverheen is gegaan. Hmm. Maar an zich, uh, dat, dat er zo'n nieuwe ja, uh, bron van kapitaal werd aangeboord... volledig decentraal en dat je als start-up... je geld over heel de wereld weg kon halen... bij mensen die jou direct willen steunen... is super interessant dat het daarna helemaal uit de klauwen is gelopen. Dat, ja, dat, dat, dat is wat ik zeg, de kapitalistische... Stonewalls. En nu heb je dus dat hele decentrale is eraf. En al die bedrijfjes moeten allemaal maar complyen met één grote centrale uh, uh, man, eigenlijk. Uh, Binance in dit geval. En voor de rest, de, de hebzucht is er nog steeds. Dus wat dat betreft zijn we er alleen maar op achteruit gegaan voor mij. Gelukkig zijn er wel security token offerings. Ja, nou ja, dat vind ik, dat dat vind ik mooi, goed. alleen dan... ja, dan moet dat ook decentral. Ik vond juist dat decentrale, gewoon via een smart contract, dat je daar wat heen stuurde. Je weet zeker dat je iets terugkreeg. Ja, ik, ik vond dat, dat vond ik... Kan mijn een STO toch ook? Kan, maar je ziet vaak dat er nu allemaal regulatie overheen moet en dat er toch weer een partij tussen gaat zitten. En dan is het voor mij, ja, dan, 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 ja, dan heb je toch al een STO, weet je, gewoon in de vorm van een IPO. Wat is het verschil dan nog? Dat is voor mij een beetje de, de afdrong van het verhaal. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Wijnand? Nou, ik ben benieuwd hoe Rudolf, we ik hebben ik heb het al vaker over gehad, maar ja, Rudolf, wat vind jij van die initial exchange offerings dan? Is dat iets wat nee, je... Nee, ja, ik, uh, ik geloof moet... daar niet zo uh, in. Ik denk dat uh, Bart er net het heel goed verwoord heeft. Um, ik noem niet voor niks een uh, security token offering, Ehm um, waarom? Omdat daar daadwerkelijk waarde achter zit waar je in smart contracts goed afspraken over kan maken. Ja. Ben het met je eens dat als er weer allerlei tussenpartijen tussen gaan zitten en de decentrale karakter weg is, um, dat dat dan wel afbreuk doet aan de propositie, maar tegelijkertijd denk ik dat uh, het wel een zekerder manier is om um, te investeren in een or organisatie, ja. dus dan ook nog milestones weet in te bouwen, dat bepaalde funding binnenkomt op het moment dat er uh, die, dat die milestone gehaald is, dat dat een, een gezondere manier is om, um, om een project vooruit te krijgen. Ja. In plaats van een zak geld ergens droppen bij jonge ondernemers die nog weinig ervaring hebben. Um, dan komt er eerst een probleem met hoe gaan we het geld verdelen en hoe gaan we dat inzetten. In plaats van dat je een uh, ervaren persoon ja. hebt die, uh, die die milestones inricht. Ja, nee, helemaal, helemaal eens. 100%. Alleen, ja, je ziet dus als je daar dus die security dat aandeel achter gaat hangen, dan dat is de eerste stap in een, in een rij van heel veel stapjes, waar je eigenlijk weer gewoon de aandelen zoals ze die kennen aan het maken bent. Dus ik. Het, het is heel lastig. Het, is, het voelt een beetje met die ICO's alsof we geproefd hebben van hoe iets zou kunnen zijn. En er later achter komen dat dat heel mooi was, maar dat het in de echte wereld niet gaat werken. Dat is een beetje. Het is er vanaf, dat ben ik met je eens. Ja, en, en dat is dat is zonde, want um, ja, het was echt gewoon een hele mooie manier voor, voor een klein team om wat geld op te halen. In het begin was het ook gewoon voor mij, hoeveel heeft Ethereum opgehaald? Die hebben gewoon opgehaald wat ze nodig hadden. Ik heb geen um, idee hoeveel het was, maar nu op een gegeven moment zag je inderdaad 100 miljoen opgehaald worden of 80 miljoen. Ik ja, dan kun je de komende 40.000 jaar voor, uh, voor code, weet je wel. Dus dat is een Ik zat laatst, ik zat laatst werken. in mijn huisgenoot en um, die had um, ja, ooit een halve ether of zo in, in Jet 8 token. Uh, oh, ja, 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 die ken ik nog wel. En um, ik zat te kijken en, en er is helemaal nooit meer wat van terechtgekomen natuurlijk. Nu een jaar later van het project, um, 99% in de middels, dat gaat helemaal nergens over. Maar die hebben dus 25 miljoen dollar opgehaald, weet je wel. Ik bedoel, zo geschift was het en je kon het hun nog niet eens kwalijk nemen. Maar dat gaf aan, zeg maar, dat misschien de afdronk was dat wij als mensen gewoon daar helemaal niet mee om kunnen gaan. Ik bedoel, je kan het allemaal decentraliseren en dan blijken we toch allemaal... En vooral hebzuchtige geldwolven te zijn, eigenlijk. En gewoon nog heel jonge markten, vergeet dat ook niet. Dus moet, iedereen moet ook leren: kijk, wij zijn ook door die golf heen gegaan en wij zitten er nu ook anders in. Dus ja, het is. Ja, uh... Totdat de markt weer keer tien gaat, weet je, ik denk yeah. dat het. Uh... <laughs> yeah, true. Ja, het is, het, ja ik, ik ben met je eens. Het is, een, het is een jonge markt, maar je ziet overal ter wereld, als er ergens op een gegeven moment geld te halen is, dat het, dat het mooie, uh, ja, idealistische wat er achter zat, meteen vertrappeld wordt, eigenlijk. Maar. Um... Ja, wie weet kunnen we dat ooit veranderen. We gaan het zien. Um, dus ja, terug naar die hebzucht. Uh, de prijs van bitcoin is uh, weer flink omhoog gegaan, uh, Wijnand. Zo, zo. Ja, er, ja, wat ergens begin deze week of eind vorige week. Toen pumpte die redelijk uh, naar de 9k toe. Uh, eroverheen zelfs, geloof ik, eventjes op Coinbase. Dat uh, pint me niet op vast. Ja, want we zitten nu op uh, 8.727, vorige week op 7605. Dus dat is toch gewoon uh, weer dik 1.100 dollar erbij. Ja, dat is insane, insane. En hij heeft echt uh, de battle for 9K is het nu. Hè? Dus je ziet hem elke keer tegenaan gaan en dan weer omlaag. En nu een beetje rond 87 uh, stabiliseren. Maar de laatste paar weken zijn we natuurlijk wel echt enorme stappen aan het maken. En, ja, ja, want we ik... zijn even, even gedipt natuurlijk. Maar dus daarna weer direct omhoog eigenlijk? Ja, is, Ik ga maar eens even bijpakken, want ik heb het ook niet helemaal scherp moet ik zeggen. En, en er zit ook gewoon heel veel volume achter. Dus het is, uh, het is gewoon behoorlijk fors allemaal. Um, ook Ethereum mensen, alt high van 2019, dus niet Alt-time high, maar je zegt je yearly high eigenlijk is dat natuurlijk. Um, dus ja, her en der zie je wel uh, dat, je, dat het echt weer, uh, ja wat is het, eind 2017 lijkt het wel weer. Het ja. gaat echt met enorme stappen. Ja, want precies toen wij vorige week uh, aan het opnemen waren, toen waren we net rond de 8000, waren we gedropt naar 7600. Dus dat ja. is ook precies uh, het, het laagste punt eigenlijk weer van, uh, oh. van de afgelopen twee weken. <laughs> en, um, en nu even kijken, wanneer was het? De 27 e dus drie dagen is terug. Uh, toen zijn we in één keer weer uh, echt dik door die 8000 heen geknald in één keer. 800 dollar omhoog. Ja, sick. Het leeft allemaal wel weer, het weer wat meer, um, uh, zie ik. Ja, wat we gisteren zagen, dat was ook weer heel interessant. Bitcoin uh, uh, Cash uh, Satoshi Vision. Uh, van Craig Wright, die natuurlijk overal gedelist was, of overal uh, op een paar grote exchanges gedelist was. Um, daar was dus fake news achteraf. Dat ze weer of gelist zouden worden, gerelist, zou je bijna moeten zeggen ja, dan. Ja. <laughs> op, uh, op Binance. En ja, het verhaal wil dat dus de Chinese retail investors daarin zijn getrapt en daar vol in zijn gestapt. En uh, ja, dat nieuws bleek dus niet waar te zijn. Maar wat wel het grappige is, is dat hij alsnog op 210 dollar staat... waar hij eergisteren op 120 stond. Dus het is niet dat hij daarna weer terug is gegaan naar de oude prijs. Nee, maar dat, ik snap die Chinese, Chinese retail investors... waar ze dat dan vandaan halen, dat snap ik niet helemaal. <laughs> ja, alles wat je niet kan verklaren, dat komt uit China. Chinese <laughs> ja. whales, weet je wel. <laughs> nee, maar ook vanochtend echt... Uh, dumpte die wel echt naar 40 dollar of zo terug. Er werd echt in één keer op Bitfinex 25.000... Bitcoin SV's op gewoon het market verkocht. Dus je ziet een ja. enorme piek, of, of ja, zeg je een piek, eigenlijk een dal omlaag. Uh, echt een enorme rode candle, een rode candle. En uh, ja, daar uh, heeft iemand uh, denk ik gebruik van gemaakt. Ja, dat, dat is wel zo. Want we zitten nu, as we speak, op 207, maar dat is alsnog, als je serieus gisteren op 120 staat, ja, tuurlijk is het balen als jij op uh, wat heeft hij gestaan uh, 244 hebt gekocht. Maar hij is niet helemaal weer in elkaar geklapt. Het is niet uh, ja, pump en een beetje dump, is het. Enorme pump, kleine dump. <laughs> Klinkt het als iets uh, bekend in de oren? Uh. Ja, maar ik denk als, ja, als, als die Chinese retail investors die de die top 200 hebben gekocht, ja, die zullen het niet zo snel meer verkopen. Dus je denkt, ja, dan moet toch wel de, Die blijven rustig zitten, waarschijnlijk. Ja, je ja. <laughs> ja, zit direct. <laughs> Nee, joh. ik oh. heb geen idee. Maar het enige wat we kunnen zien is dat die prijs niet helemaal onderuit is gegaan. Dat is wel interessant. En ik heb nog een laatste dingetje. Hmm. Um, uh, dat is misschien wel leuk om even te noemen. Omdat jij, Rudolf, je vroeg net over die uh, initial exchange offerings. Morgen is er weer eentje volgens mij. Of overmorgen Harmony uh, op Binance. Uh, nou, Dat is het hele traject is geweest. Volgens mij 1 juni uh, wordt dat getraded. En wat je daar ziet gebeuren is um, bij de ICO's had je altijd seed rounds, pre-sale investors... en die, ja, die hadden enorme kortingen en die dumpten dan later op de retail investors... Uh, die gewoon in de ICO hadden meegedaan. En wat je nu ziet is dat uh, Binance en CZ die hebben dat eigenlijk omgedraaid. Dus die hebben zo afgesproken met die projecten van dat de prijs die Binance aan gaat bieden... net zo goed of beter is dan die van de seed uh, round investors... Die anderhalf jaar geleden al geïnvesteerd hebben in zo'n project, ja, dat is natuurlijk een complete, uh, uh, ja, turnaround uh, uh, of draai eigenlijk van hoe het eerst was. Maar begrijp ik goed dat de exchanges hier met name baat bij hebben? Ja, want er kan niet gedumpt worden door wat je normaal zag. Is bijvoorbeeld uh, ik kan me Wabi herinneren of zo. Uh, Icon was er nog zo eentje. De Ian Belina die is daar groot mee geworden. Um, daar kon je dan, nou, weet ik veel, in de seed round kon je voor een cent een token kopen. In de pre-sale voor drie cent. En de, de ICO-prijs uh, was dan gewoon 25 cent of zo. Dus als zij uh, op ICO-prijs verkochten, hadden ze al keer 25 winst. En wat je nu ziet, is dat uh, pre-sale investors hebben voor vijf cent gekocht of zo. En Binance biedt het aan voor 2,5 cent. Ja, dat is een complete uh, andere situatie. En ja, laat ja, wel direct door... mag zien, hè? Dus die macht van Ja, Binance. precies. En de vraag is nu, want dat volgens het mij... het punt? Ja. In het geel. En volgens mij listen ze ook niks anders meer uh, zonder zo'n IEO of zonder dat ze een dikke vinger in de pap hebben. Dus ze hebben zoveel macht, iedereen wil op Binance. Dus die projecten die, die, die zijn nu ook gewoon bereid om eigenlijk een, 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 een seed round investors, de mensen die ze eigenlijk een kickstart hebben gegeven om het project van, van de grond te krijgen, eigenlijk gewoon, nou ja, noem het een mes in de rug uh, te geven om maar op Binance te komen. Ja, en dat blijft een beetje, niet dat ik medelijden heb met C-Drone, dus totaal niet, maar die macht die Binance dus blijkbaar heeft, dat is wel echt enorm aan het worden. Maar, maar je ziet het nu ook, uh, XCLA, ik zie alleen maar, ik volg gewoon dat uh, Twitter-account van ze, hein? Binance Dex, hier continu nieuwe projecten naartoe gaan, dan heb je die Binance, ja. ch Binance Chain, waar ook allemaal projecten mee willen gaan samenwerken, of weet ik veel wat mee gaan doen. Ja, het is uh, echt enorm decentralisatie aan het worden. en Ja, ja we groot hebben we pas probleem. Ja, het wordt ondertussen misschien wel een probleem. Zelfs en pas hebben we natuurlijk die hack gezien. Nou, die hebben ze gewoon met hun eigen funds netjes opgelost. Uh, waar je ziet dat de kwadrika of andere exchanges daardoor gewoon wel omvallen. Maar het is wel, uh, ja, hoe lang, hoe lang is dit healthy? Weet je wel, ik weet het niet. Maar ik zag wel volgens mij, komt nou, er binnenkort ja. komt er een uh, de, de CFO of heel veel iemand van Binance naar Nederland. En dan kon je een meetup, uh, ging die doen. Misschien is het wel interessant okay, om nou, dat soort vragen daar te stellen. Dat dus. denk ik ook. Ja, ik ben benieuwd. Laten, dus. we, dat, uh, laten we dat, eens gaan doen. Hey, um, jouw oude sok, die hangt nog gewoon netjes uh, in Amsterdam. Uh, ja, maar die begint bed, uh, goed die. gevuld te worden. En die begint zeker goed gevuld te raken. Ja, we hebben het over greed en hebzucht en noem maar op. Maar ik zie nou de sm oh, money smile. Zie ik weer op je gezicht ja, verschijnen? Ja ja, 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 ja. Het is uh, all green. Ja, het is ongekend. Nee, maar het is natuurlijk ja. Het gaat hard. Hè. We hebben dus die posities ooit gekocht rond de 6k. Uh, maar ja, alleen de AIX is nu nog steeds onder inleg. Maar uh, goud, spaarrekeningetje natuurlijk, top 10 en bitcoin... die laten allemaal ja. plussen zien. Dus we staan uh, nu op 5600 uh, euro. Dus dat ja. is gewoon een dikke 10% winst uh, op ons totale portefeuille. Ja, dat, uh... ja want um, even, even ook voor Rudolf en misschien nieuwe luisteraars... Uh, we hebben uh, vijf keer 1000 euro, nep 1000 euro... geïnvesteerd in verschillende assets... In Bitcoin, in, in een klein indexje wat we gemaakt hebben van de top 10 uh, cryptocurrencies, mm -hmm. een spaarrekening, uh, een AX-tracker en goud. En mm -hmm. ja, heel lang was het goud uh, dat, dat, dat eigenlijk nog een beetje uh, in of 10%, 10 in de plus stond. We hebben Bitcoin hebben we op 600, 500 gestaan van de 1000, 50% in de min. Hè? Uh, de top 10 ook, misschien nog wel erger. Nog erger. Ja, uh, ja en, en je ziet nu dus gewoon dat je uh, op 1400 uh, staat qua Bitcoin. In het, dat is gewoon 40% in de plus. Terwijl we dus 50% in de min hebben gestaan. Hè? Het is niet dat we uh, van 1000 naar 1400 zijn gegaan. Het is gewoon weer van 500. Uh, ja, ongekend. Het gaat echt hard. Uh, hard. relatief kort tijdsbestek ook nog. Ja, een maand. Ja, het is anderhalve echt... maand. Ja, maar dat is, dat is het mooie van dit... wat we ook wilden proberen aan te tonen. Van, als je gewoon rustig blijft zitten... Uh, nu, nu pakt het toevallig zo uit. Hè. Het, kan ook nog veel, uh, het kan ook weer gewoon omlaag gaan. Maar het laat zien hoe... Ja, hoe enorm volatiel dat is. En die verschillen in nou, de bitcoin dat... zijn extremer dan op de AX en de, en de spaarrekening in goud. Ja, maar dat uh... is niet normaal. Ja, het is, Want het uh... goud maakt er best wel een klapper. Hè? 11 procent, dat is best ja. wel, wel fors. Daar zaten Klopt we voor, echt, echt goed. Maar als je dan ziet hoe, hoe bitcoin er nu overheen knalt gewoon. Het is echt uh, ongekend. Het is uh, leuk om, 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 om inderdaad nu vooral... Ja, eigenlijk het enige wat dit aantoont is dat het gewoon zo volatiel als de, als de pest is eigenlijk. Hoe gaat de spaarrekening? Steady, 23 cent in de plus. Ja, ja lange tijd knallig. was dat echt veel meer dan Bitcoin. En dat is misschien ook wel een goede Dat liet ook wel zien uh, dat een beetje geld gewoon achter de hand houden. Uh, mocht je uh, uh, van dollar-cost-averaging gebruik willen maken. of misschien in de dip wat bij willen kopen. Niet in één keer je geld erin dumpen is uh, als wij die 1000 euro hadden gebruikt om bijvoorbeeld op uh, 4000 wat bij te kopen, dat had hartstikke uh, uh, lucratief geweest. Ja, Spreiding ja. en hou sowieso wat op je spaarrekeningen, kids. Um, voor een appeltje, uh, <laughs> appeltje voor de dorst in, <laughs> in, uh, in, uh, in, in, in zwaardere tijden. Mocht je nog eens een keer een... Uh, mocht je wasmachine een stuk gaan, zijn we moeder altijd. <laughs> Dan kan je er een mooie uh, nieuwe van kopen. Hé, hey, um, ja joh, we lullen alweer bijna een uur vol. Dus uh, we gaan snel uh, naar jou, Rudolf. Want we gaan het over een, een aantal dingen hebben. Uh, Dutch Blockchain Week, uh, Blockchain Talent Lab. Ja, ik denk uh, Dutch Blockchain Week, laten we daarmee beginnen. Want dat uh, staat op het punt van uh, beginnen. Klopt. Nou, niet helemaal, maar wel... Zonder. In, ja, op het punt van beginnen. Ja. Dus ja, dat is... Uh, ja, zondag 2 juni zie ik is daar. Nou ja, ja, vertel ja. eens, wat, wat is het? Laten we daarmee beginnen. Nou, we zijn, um, uh, zoals ik zei, vanuit Blockchain Net Netherlands dit initiatief gestart. Um, de Dutch Blockchain Week organiseren we rondom Money 2020. Dat is uh, het grootste finance-event in de rij komende week. En waarom? Daar komen heel veel interessante mensen die niet alleen iets over finance willen weten, maar ook over nieuwe technologieën. En wat je ziet is dat er in Nederland een grote uh, blockchain community is die veel verschillende activiteiten ontplooit. Maar het ontbrak eigenlijk aan die samenwerking om dat in één week tijd te gaan doen. Nou, vonden wij een mooi moment om, om het dan uh, plaats te laten vinden. Begint zondag. Uh, in totaal zijn er hier 50 um, partners bij betrokken, organisaties. Zitten in een kleine tien steden uh, met een kleine 25 evenementen. De uh, meeste zijn workshops, conferenties. Um, en, uh, we zitten in de grote steden, maar ook in, uh, bijvoorbeeld in Tilburg uh, en, de, en in de andere steden. En dat betekent, in mijn ogen, dat we hebben laten zien dat je binnen een relatief kort tijdsbestek met heel veel verschillende enthousiaste partijen een mooi evenement kan neerzetten. En vooral voor een eerste editie, wat een opmars zal zijn naar de komende jaren, um, is dat denk ik het fundament ja. ja, dat, 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 uh, dat, dat klinkt uh, alsof het uh, makes sense, inderdaad. Nee, maar um, wat, ik zit even te, uh, wat ik de laatste tijd heb, er wordt zoveel georganiseerd dat ik soms een beetje het idee heb van wat hoort hier nou bij elkaar en wat hoort hier nou niet bij elkaar. Want volgens mij, uh, we hebben de hackathon gehad, uh, de Odyssey hackathon natuurlijk. Um, Volgens decent. mij is, is Vincent Everts, Die is ook weer, uh, weer, 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 weer een blockchain uh, event. Aan het... Innovation Conference. Dat is een van de eind-events eigenlijk ja, ook precies. van de Ja, precies. En blockchain ik zag bijvoorbeeld Week. ook Bitcoin Wednesday bij jullie erbij staan. Dus ja. is het eigenlijk, hebben jullie gewoon alle verschillende spelers in de Nederlandse blockchain game gevraagd. Van joh, jongens, kunnen we dat onder één vlag koppelen? Ja. En onder andere. Dat iedereen zeg maar op die manier zijn eigen exposure heeft, maar dat het in één. Ja, dat het wat meer de, 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 de krachten bijeen slaan, zeg maar is. Ja, precies dat. En als je daar dan bij ook nog uh, organisaties kan koppelen, buiten zeg maar, de, de meet-up communities en ja, andere ja. event communities. Dan heb je gewoon een, een veel breder aanbod voor, uh, voor mensen die meer willen weten over wat blockchain technologie nou uiteindelijk is. Want wij zijn niet alleen bezig met crypto, maar blockchain technologie in de breedste zin van het woord. En dat raakt heel veel industrieën. Uh, en dan is het ook mooi om te kunnen laten zien van nou, wat heb je met digital identities? Ja. Wat kun je doen op, uh, als ik bijvoorbeeld heb over uh, VMC met uh, Cosmos. Uh, wat zij laten zien op uh, mobility vlak. Uh, dat spreekt veel meer tot de verbeelding voor mensen die eigenlijk niet zoveel over de technologie weten, maar vooral willen weten. What's in it for me? Ja. Maar wie zou je dan als liefst gewoon in die, in die zalen willen aantrekken? Zijn dat dan, uh, is dat dan mijn vader of is dat meer de, is dat de boardroom uh, people at the C-level management, zoals, zoals dat dan uh, vaak genoemd wordt? Of wie, 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 wie spreek je het liefst aan? Of is dat gewoon echt iedereen die wil? Nou, ik denk dat je wel uh, mikt op vooruitstrevende mensen die um, graag technologie en innovatie omarmen en willen. Laten zien dat er met nieuwe technologieën heel veel mogelijk is. Uh, dat we niet in de gebaande paden hoeven blijven te lopen. Uh, dat er alternatieven zijn. En zeg maar de sta status quo, de bedrijven die nu en organisaties die, die nu uh, de zaken in handen hebben, um, die beginnen zelf steeds meer te turnen. Je ziet dat ze um, naar nieuwe businessmodellen kijken, dat banken onder andere veel meer samenwerken. Als je kijkt naar energiemaatschappijen, die zitten samen in een chain, worden dan een R3. Um, er wordt die shift die begint steeds meer te komen. En um, het is mooi om dat ook aan een breder publiek te laten zien. Want dat het niet meer alleen maar je eigen hachje redden is, maar dat het vooral gaat om uh, betere dienstverlening kunnen aanbieden. Meer transparantie, meer samenwerking. En uiteindelijk profiteert iedereen daarvan. Um, en door middel van die evenementen kun je laten zien welke use cases er daadwerkelijk zijn. Want dat is vaak wat er gezegd ja. wordt: er zijn geen use cases, maar er zijn tal van use cases. Ja, en, en um, ja, de, la, de, la, de, laat ik Wijlandse vraag ook omdraaien, zeg maar. Hè. Uh, hij vroeg: van waar richten jullie op, of wie eigenlijk? Maar um, wat zien jullie? Wie? kopen de kaartjes, zeg maar, of wat uh, wie, wie be belt jou op en zegt van, uh, ik wil hierheen, of, of zijn het, zijn het de corporates uh, die hun personeel daarheen willen sturen, of zijn het inderdaad gewoon mensen zo, zo, zoals Wijnand en ik die erop afkomen, of onze vaders, uh, zoals Wijnand zei, zeg maar. Ja, heel, heel breed, dus uh, van corporate startups, uh, het zijn vaak business owners, mensen die op innovatieafdelingen zitten, ja. uh, maar ook de eenpitters, of mensen die naast hun Gewone day-to-day -day job, uh, houden van treden. Um, dus het zijn mensen die vaak dan wel business opportunities zien, die of niet tevreden zijn met hoe zaken op dit moment zijn ingericht, veel te centraal, veel te grote partijen. En uh, die zijn op zoek naar alternatieven. Uh, dus ik denk niet dat je het kan vatten in jong um, of oud. Weet je, het is meer in de breedste zin van het woord... en de motivatie die mensen zelf hebben. En je doet al van... Ja, wat ik wilde zeggen, het ligt er dus aan... eigenlijk wat voor event het ook een beetje is. Er zijn heel veel verschillende events natuurlijk. Precies, er gaat er eentje over het recht. Bijvoorbeeld die organiseren we bij uh, uh, het VU. Ja. Um, uh, en daar, ja, daar komen we weer meer bijvoorbeeld studenten op af. Want wij zien sowieso dat de betrokkenheid van studenten... Uh, uitermate groot is. Ja. Ja, dat, dat was inderdaad ook de vraag die ik wilde stellen. Van waarom kies je er dan voor om het op al die verschillende plaatsen te doen en, en hoe zien dan die workshops eruit? Maar eigenlijk is dus bij die, op de vuur met die rechterstudent is dus al een voorbeeld. Maar wa, waar uh -huh. moet ik nog meer aan denken? Ga, kan ik daar ergens leren uh, uh, coderen of kan ik ergens uh, uh, bij een consortium mee gaan kijken van hey, hoe doen jullie dan die energietransitie op de blockchain? Of waar moet ik precies aan denken? Hoe ziet zo'n workshop er dan uit en, en waarom kies je ervoor om dat zo decentraal in Nederland te doen? Uh, naar nou, het decentrale gedeelte, denk ik dat jullie wel kunnen begrijpen waarom we dat doen. Um, ook omdat je wil schalen en wil zorgen dat mensen en organisaties zelf het voortouw nemen. Dus wij bieden een framework. En daarbinnen doen we natuurlijk wel bepaalde checks. Want uh, het is niet pure sales of whatever. Um, dus ik denk dat dat het belangrijkste is: dat je zorgt dat je een framework hebt waarop men kan inhaken. Uh, om antwoord te geven op je vragen. Als we bijvoorbeeld kijken naar consortia. In Rotterdam wordt um, uh, vanuit, uh, uh, anders Campo is dat, vanuit de blockchain community uh, Rotterdam, uh, samen met Hyperledger, een workshop gegeven over, nou, hoe kun je een permissioned environment opzetten. Uh, tegelijkertijd gaat het over, in Amsterdam weer bij het Epicenter, over tokenization. Dus waarom zou je dingen tokenizen? Uiteindelijk gaat het allemaal om educatie en mensen wegwijs maken in wat blockchain Technologie nou is ja. en wat je ermee kan, want er zijn heel veel mispercepties. Uh, ook als je zeg maar de, de mainstream media hoort, uh, dan lees ik in één week tijd op, op de Telegraaf dat Bitcoin een fraud is en dan weer de Bitcoin heeft uh, dit le level gehaald. En ik denk ja, jongens, uh, probeer eens gewoon wat objectiever te laten zien um, wat blockchain technologie nou is en dat het niet alleen een volatiele coin is, maar dat het. Veel meer is dan dat. Dus het gaat om ed educatie en awareness creëren. Ja. Ja, de, ja ik, ik zit even na te denken over je mainstream media. Uh, ja, quote eigenlijk. Ik zit ook een beetje te denken. Ik, ik, de laatste denk ik steeds meer dat het eigenlijk helemaal niet zozeer blockchain specifiek is. Of bitcoin specifiek. Of crypto specifiek. Um, want ik heb ze ook nog niet zo vaak zinnige dingen horen zeggen over... Um, andere digitale trends. Of AI. Uh, ja, alleen maar banen wegnemen, Zo, nee, hoor, ja, hoor je dan. Ja, nou, daar geloof ik ook nog wel in, moet ik heel eerlijk ja. zeggen. Um, maar dat is een heel ander verhaal. En die laten we die, die rabbit hole even links. Dat is springen we even overheen. Maar het is, het is natuurlijk zijn voor ons, is het ook onduidelijk wat Bitcoin gaat betekenen, um, of of hoe regulatie of regulering een impact gaat hebben. Daar hebben we het net ook over. En, en we weten we kunnen er van alles over zeggen, behalve hoe het eruit gaat zien over een jaar. Um, dus ja, weet je, en dat, dat, dat de telegraaf of, of een andere kant krantjes wil verkopen en daarvoor vooral die prijs fixeert. Ja, daar weet kijken je, wel de meeste mensen naar. Dat is ook zo. En, 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 en de informatie is er soms ook niet. Weet je, je kan wel zeggen, schrijven ze een diepgaand stuk erover. En, en tuurlijk uh, zou dat ook kunnen, er zijn er mogelijkheden voor. Maar dan wordt het wel eentje met een open einde waarschijnlijk. Want en we dat, is nee, dat is niet erg. Alleen je kan waar. het, zeg maar, eenzijdige bericht geven. Ja. Uh, dat is het punt dat ik probeer aan te stippen. Ja, nee, en en dat vind ik gewoon jammer. Want uh, Vaak worden alleen de negatieve kanten belicht ja. en uh, dat het onzeker is in plaats van, nou kijk wat het ook mogelijk kan maken. Laten ja. we daar nou op focussen. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat die positieve uh, attitude heel erg, heel erg belangrijk is en dat dat ook de way forward is. Ja. Dus dat uh, 100% ja. eens. Probeer je dan ook wel uh, zeg maar dit event uh, door, door die traditionele media zeg maar, te promoten of gebruik je alleen de moderne kanalen of hoe, hoe ziet jullie promotie er überhaupt uit? Nou, we hebben met wat meer niche partijen uh, uh, afspraken. Uh, bijvoorbeeld, Bitcoin Magazine en is uh, een van onze uh, me media partners, de hoofdpartner. Uh, dus Wessel die komt daar met zijn hold-up hodderpetje van niet ja. uitsluiten. Nee, zeker. Uh, zeker, precies, superleuk. Die, uh, ja, lachen um, leuk. Uh, Crypto maar ook vanuit Blockchain Talks, uh, natuurlijk ja. een grote community die uh, promoten veel. Um, we hebben ook de traditionele media aangeschreven. Ze zijn iets minder ent enthousiast. Ja. Uh, wij denken wel dat dat volgend jaar gaat veranderen. Natuurlijk voor hen is het ook, en dat begrijpen we heel goed, als het een eerste editie is, dan moet er nog maar blijken hoe het uh, uiteindelijk uitgerold zal worden. Maar dat, ik denk dat ze daar volgend jaar op terug gaan komen. Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de Dutch Blockchain Coalition, ja. die, uh, want we, we hadden het net ook over um, zeg maar de positie in Nederland van blockchain. Dat uh, de Dutch Blockchain Coalition doet hele goede zaken. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook uh, op internationaal vlak binnen de EU. Ja. Um, zij belichten heel erg de, of benaderen het vanuit een corporate-overheid-perspectief, uh, waarbij de lobby heel belangrijk is. En wat wij juist proberen te doen, is die aansluiting daar te vinden met de start-ups, kleine communities, MKB. En in die zin is er een goede match. Ja omdat je kan zorgen dat je daarmee het hele spectrum bij elkaar brengt en dat is het allerbelangrijkste. Dus die zijn uh, de Dutch Blockchain Coalition is ook aangehaakt. Dutch Blockchain Coalition supported. Oké, okay, ja, nou, heel tof. Maar wel een tijdje terug Frans van Ette uh, van de Dutch Blockchain Coalition mm -hmm. uh, hier in de studio. Ja, ik vind het vet om te zien dat, uh, nou, ten eerste dat we heel veel van de mensen die jij noemt in de studio hebben gehad. daar zijn we toch ergens toch wel goed bezig uh, geweest in onze zoektocht om de relevante mensen hier aan tafel te hebben. Maar ook om te zien dat dat nu allemaal bij elkaar komt en iedereen op zijn of, of haar manier een steentje bijdraagt. Uh, nou, inderdaad, nee. met die positieve attitude. Met die Dutch, Dutch, Dutch Blockchain Coalition, die hebben natuurlijk die pilaren die ze beschreven. Hè? Die Digital Identity, Rudolf, die jij net ook noemde. Ja. Maar do, uh, 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 documents op de blockchain, hè? wat is dat Die waardepapieren, zoals diploma's. En dat zijn natuurlijk superleuke use cases om in zo'n workshop nou eens verder uit te denken van wat zou het kunnen betekenen. Welke partijen hebben we daarvoor nodig? Uh, hoe ja. doen we dat met GDPR? Hoe doen we dat met weet ik veel wat voor wetgeving? Dat is natuurlijk wel mm -hmm. gewoon heel erg leuk om daarover te brainstormen. Dus dat soort... Dat dat soort partijen daarbij betrokken zijn en daarmee de overheid en ook dus private bedrijven. Dat, dat maakt het wel heel sterk. Ja. ja, vooral die aansluiting is denk ik heel belangrijk. Want uh, als, als je kijkt naar start-ups kunnen vaak niet met één mond spreken. Uh, en als je middels een, 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 een stichting uh, gemene delers kan identificeren waar men tegenaan loopt. Dan uh, kun je ook weer naar een Dutch Blockchain Coalition toe. En kunnen zij daar uh, zeg maar hoger in de boom gaan, gaan kijken wat er uh, veranderd kan worden. Ja, en um, dus, dus indirect zijn er, hè, want ik weet dat er dat, wie daar zijn aangesloten bij de Dutch Blockchain Coalition, staat trouwens ook gewoon op een site, maar er zitten wat grotere corporates bij. Klopt. Uh, en ik weet dat, uh, dan moet je me even weer helpen hoe die, uh, hoe die heette, maar die, die uh, de Blockchain Innovation Conference, dat is van van Vincent Eders, ja. Daar weet je dat dat is bij ABN. Hè, mm -hmm. Wordt dat uh, wordt ja. dat gehouden bij ABN Amro in het in het, in het hoofdkantoor volgens mij. Zit er ook in de DBC? Ja. Uh, ja, klopt. Die zitten er ook bij, inderdaad. Um, dus er zijn wel corporates, uh, uh, grote bedrijven die hier aan, aanwezig zijn. Um, is er nog meer dan, dan, dan de bekende naam? Want dat ABN... Uh, IBM, uh, okay, onder ja, andere. Ja. Ja. Uh, Deloitte heeft een bijdrage geleverd. Ja. Uh, maar het is niet alleen zeg maar, de partijen die zelf iets hosten. Maar de sprekers komen ook vaak van grote partijen af. Ja, precies, heb je daarvoor? Of misschien is er een andere vraag die we hebben staan die een beetje aansluit hierbij. Waar kijk jij nou het meeste naar uit? Uh, qua sprekers, kan je eens wat noemen waarvan jij denkt van nou, dat is toch wel heel tof dat, dat, dat die langskomen. Um, het zijn er zoveel. Ja. Dus het is moeilijk om dan uh, eentje te kiezen. Er mag een meerdere zijn dat je um, zegt van nou, deze, deze namen, of, of dit vind ik, deze workshop uh, vind ik heel origineel of tof. Ja, ik vind blockchain for humanity ja. denk ik wel een, uh, een interessante. Als je kijkt naar uh, blockchain use cases... dan is vaak de insteek heel uh, humanitair en heel uh, sociaal. Maar onderaan de streep is het vaak niet het geval. Dus dan wordt het meer als... Een, in de white paper wordt er, worden er mooie dingen verkondigd... maar onderaan de streep zit er een commercieel gewin in. Als ik ja. kijk naar blockchain for humanity... Die meetups <laughs> dan zou ik zeker ook naar DutchBlockchainweek.com gaan zien, een overzicht van alle evenementen. Ja, ik heb je een uh, kalendertje, zit ik nu even Precies op te kijken, ja. Precies, en um, ja, dat soort onderwerpen. Wat is nou de impact van uh, transparantie, um, traceability? Hoe kunnen we het leven van heel veel mensen verbeteren met technologie? Want uiteindelijk gaat het erom dat de technologie onderhevig is aan het probleem dat je probeert op te lossen. En of je daar nou blockchain voor gebruikt of een andere technologie, uh, dat is dus minder belangrijk. Mm -hmm. Je probeert een probleem op te lossen. Ja. En uh, als je kijkt naar hoeveel. Uh, als bijvoorbeeld Tykin was laatst op een evenement van ons. Uh, samen met Phil Windley van Sovereign. En zij toonde heel erg goed aan dat. Uh, eigenlijk verwachten wij dat met de digitalisering veel meer mensen een identiteit hebben. Ja. Maar wat blijkt, en dat was voor mij best wel shocking, dat steeds meer kinderen... geen identiteit hebben... percentueel en ook in absolute getallen. Dus op, die worden geboren... en die hebben geen enkele papieren... bewijsvoering van ja. dat zij... ergens vandaan komen. En met daarmee heel veel... negatieve gevolgen als... Uh, niet naar een ziekenhuis kunnen... Niet, naar, uh, niet geen bankrekening kunnen openen. Er zijn allerlei voorbeelden daarvan. Ja. Dat, dat vind ik mooie, mooie use cases. Om. Ja, tyken is sowieso een... Uh, want dat loopt nog steeds goed... Ja, we hebben net funding opgehaald. Dus uh, ze doen het goed. Ja, heel tof om te horen. Ja, hebben ze inmiddels ook anderhalf jaar geleden toen, uh, toen hebben... Misschien moet je Thij weer eens uitnodigen. Hoe ja, anders? nou ja, dat moeten we zeker eens doen. Maar wij hebben toen... Um... Uh, tweakers die, zijn we geweest. Ja, ja, bij Tweakers, maar daar sprak hij Engels. En uh, mm -hmm. wij dachten dat hij uh, eigenlijk alleen maar sowieso Engelstalig was. Hij kan wel een woordje Nederlands. Ja, maken. precies. We moeten gewoon dus contact, uh, contact opnemen. Dat is heel tof. Uh, hij had een heel tof verhaal toen. En het is vet om te horen dat dat gewoon nog doorloopt anderhalf jaar later. En dat dat niet een, uh, een, 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 een stille dood gestorven is. Maar nou, ja. links en rechts wordt die, hoor dit gewoon wel vaker genoemd worden als voorbeeld. Dat dat ja. Ook, ja, ja. Uh, had toen het persoonlijke voorbeeld uit zichzelf hè, dat hij dan waar hij terecht was gekomen precies en, uh, ja. dat, dat spreekt tot de voorbeelding zoiets ja, ja en ook heel veel mensen die dat dan niet begrepen omdat wij dus inderdaad wel geboren worden met allerlei identiteitspapieren en uh, rijbewijzen en weet ik wat allemaal wat we hebben dus er kwamen mm -hmm. ook allemaal vragen uit de zaal toen de tijd van ja maar waarom is dit uh, een use case en, en juist ja dat toen vertelde dat... die zijn eigen verhaal inderdaad precies en toen liet hij zien van ja, ja. dat voor, voor heel veel mensen is dat misschien niet zo maar ja het is meer dan alleen deze zaal of hier in Nederland ja, dat is zeker ja. een mooi verhaal. Ja. Nou, ik denk ook dat uh, uh, bij Venture Rock organiseren we een uh, evenement over. Uh, wat dat, dat, ik denk dat het wel aansluit op die uh, regulations waar we het net over hadden, over nieuwe token models. Ja, uh, waarbij uh, vanuit verschillende perspectieven, vanuit zeg maar de meer de capital market, meer vanuit de technische hoek um, en vanuit uh, ICAC, die uh, modereren dat, uh, laten zien van wat zijn nou de mogelijkheden en waar gaan. Wat zijn de trends? Uh, ik denk dat dat interessant is voor mensen om, uh, om te gaan zien. Ja, ja zeker. Klinkt, uh, uh, klinkt goed. Ik, uh, ik, ben, ik ben benieuwd. Kom vooral langs. Ja, want uh, uh, hoe werkt dat? Um, want ja, je, je koopt geen kaartje voor, voor de Blockchain Week. Nee, je kiest uit welk evenement je interessant vindt. Uh, sommige zijn gratis. Je hebt bijvoorbeeld met VID je zelfs een online sessie. Mm -hmm. um, Waarbij, waarbij ze ook volgens mij zelfs een prijs weggeven voor de beste vraag. Um, verder kun je dus per event checken wat het kaartje kost uh, van een grote conferentie zoals de Blockchain Innovation Conference. Goed, dat, dat zijn prijzige evenementen, uh, maar je kan voor 5 euro ook naar een heel interessante meetup. Uh, voor het komende maandag bij het Epicenter uh, organiseren we een uh, een mooi event. Dus ja. Ik zou, uh, ja, komen. en ik zag Bitcoin Wednesday natuurlijk tussen staan. Hè? Dat uh, hebben we wel vaker genoemd hier. Uh -huh. uh, voor Ik zag trouwens uh, Jan die post dat ergens. Voor mij komt Toon Vees langs. Ja, dat wel een bekende ook naams Ja, die zag ze. Dat, ja. uh, dat is geen gekke. Dat zijn geen gekke sprekers. En dat is twee tientjes. Max. Dus dat um, vorige keer was natuurlijk Craig Wright. Volgens ja. mij was het uiteindelijk ook uh, wel, wel geslaagd. Volgens mij uh, was er geen gevecht uitgebroken daar. Dus dat ja. uh, was ook goed om te horen. Nee, dus er zit een beetje voor ieder wat wilst dus. Ja, kijk, je hebt natuurlijk inderdaad... Uh, Volgens mij Money 2020 zelf is natuurlijk ook vrij prijzig. Um, ja... Dus dat ja, dat is, dat, is, uh, dat is alleen voor de Chinese wheels, uh, Wijnand. dat uh, <laughs> De <haalbaar>. retail investors. <laughs> ja, precies. Um, voor de institutional investors. Uh, maar er zit ook genoeg uh, voor, voor, de, voor de kleine kanaal zoals wij tussen. Um, ja, uh, heb jij nog vragen over de Dutch Blockchain Week? Uh, nee, ik ben wel benieuwd naar de, de, de stap, denk ik, naar de, de Talent Lab waar Rudolf van ja, uh, bij Precies. Ik wil ook wel één ding graag over de Oeh. Dutch Blockchain Week zeggen. Ja, nee, want, ja, uh, um, het, het, is een, het is een trial. Ja. Ja, we gaan met z'n allen, met heel veel verschillende partijen, samen proberen aan te tonen dat, het een, uh, dat we vanuit die community zelf een sterk en divers evenement kunnen neerzetten. Ja. En voor ons is ook die feedback heel erg belangrijk um, om ervoor te zorgen dat we de komende jaren nog een breder en diverser programma neer kunnen zetten. Dus partijen die um, graag betrokken hierbij zouden we, willen zijn, meld je vooral aan en ja. neem contact met ons op. Um, want we willen zorgen dat het uh, groter en interessanter wordt. Ja, ben zeker. Ik zou zeggen als jullie zit te luisteren en, uh, en, en je denkt van nou, dit klinkt cool en, uh, en die, en die positieve vibe, daar wil ik wel wat aan bijdragen. Ja, um, uh, ga naar de website denk ik. Uh, ja, DutchBlockchainWeek.com Ja, DutchBlockchainWeek.com en uh, uh, daar, daar zal wel een contactpagina of iets dergelijks staan. Um, de Blockchain Talent Lab, want we hebben nog, we hebben nog eventjes. Ja. Maar laten we het daar ook even nog over hebben, wat dat dan is. Want mm -hmm. ja, um, nou ja wat, wat is het? Wat, wat doen jullie daar? Waarom? <laughs> uh, wat, wat, loopt het storm? Kort gezegd, het is e educatie en carrières in blockchain. Ja. Uh, wat we faciliteren is, uh, en dat heeft ook weer te maken met awareness, dat er vaak mispercepties zijn over wat blockchain-technologie nou is. Um, dus het stukje. Voorzien in banen, projecten, et cetera. Dat loopt. Um, tegelijkertijd zie je dat er vaak nog heel veel vragen zijn over. Want je, je hebt de mensen die het al weten. Hè, die weten ook waarom ze ermee bezig zijn. Maar er zijn heel veel afdelingen intern bij bedrijven. Waar die dan weer over die blockchain-afdeling zeggen. ja, maar jullie zitten eigenlijk mijn toekomst te, te vernachten. Dus. Um, het stukje awareness is super belangrijk. En dat begint met ed educatie. En daar heb je blockchain trainers voor nodig. Dat gaat over business-niveau, over architectuur, over software engineering. Het is eigenlijk een heel breed spectrum. Um, binnen ook nog verschillende industrieën. Uh, we zien wel dat er bijvoorbeeld in finance, energie, transport, mobiliteit, et cetera, die hoeken uh, waar veel transacties plaatsvinden en waar veel partijen. Uh, we moeten vertrouwen op dezelfde data, dat daar wel uh, de meeste vooruitgang is. Mm -hmm. uh, ook de hoogste vraag. Um, maar dat neemt niet weg dat er op andere plekken heel veel uh, uh, kansen liggen. Met name voor niet alleen op efficiëntie, maar ook überhaupt hoe we dingen met elkaar organiseren en hoe we samenwerken. En men is heel erg benieuwd naar uh, hoe je dat dan precies kan doen. En daar hebben we trainers voor, uh, bieden cursussen aan en... Uh, Vervolgens kunnen we mocht iemand interesse hebben om uh, daar ook verder zijn carrière in uh, voor te zetten. Kunnen we daarbij helpen. Ja. En dat gaat ook tussen start-ups start naar MKB en corporates. Al moet ik zeggen dat bij start-ups en corporates wel echt de meeste actie is. Ja. Uh, MKB op een of andere manier, ik, misschien weet jij het, waarom zij toch nog niet zo sterk kijken naar uh, deze technologie. Ja, ik, ik, ik vond het ja dat is, is dat ja. Het ook opgevallen? Ja, dat is wel een goed punt ja. Maar ik denk, kijk, startups die hebben vaak de jonge goede ideeën, zijn flexibel. En de corporates die, die hebben grote bakken geld. En, ja. uh, en, en, en daar tussenin denk ik dat die meer gaan toekijken. Oké, okay, hey, er is een goed platform en dan pas aanhaken eventueel. Het moet eerst proven zijn, dat heb ik een beetje het idee. Maar het ja, is inderdaad en... wel een goede observatie. Nou, misschien is het ook zo omdat, omdat het nog zo'n jonge markt is. Is dat je eigenlijk alleen nog maar crypto- of blockchain-startups hebt. Die zijn nog niet doorgegroeid naar MKB-bedrijven. Nee, dat klopt. Alleen een corporate is ook bezig met blockchain-technologie. Te ja, volgens precies mij zou van MKB die, juist in de... moeten innoveren om klopt, te kunnen concurreren. Maar, met maar de MKB, of, dat is het idee wat ik heb. De MKB loopt niet rond op Money 2020 of The Next Web of whatever. Of andere conferenties die, die 1500 euro per dag uh, kosten, zo ongeveer. En, die, die corporates wel en die horen daar van alles en die horen blockchain, blockchain, blockchain. Ja, en die hebben gewoon een groot innovatiebudget. En aan de andere kant heb je startups die gewoon um, echt specifiek een blockchain product gaan maken. En um, ja, een MKB'er, ja, ik snap het ook wel, weet je, als jij een, 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 ja, een, een bol.com bent of zo, iets in die richting. Ja, dan, dan, dan zou ik ook zeggen van nou, dan wacht ik eerst wel even af wat Amazon gaat doen en uh, dan, dan pakken we dat dan wel op daarna. Ik zeg niet dat het zo is in dit geval, maar dat kan ik me voorstellen. Uh, dat, 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 ja, dat, dat het budget wat daar is uh, eerder aan andere dingen opgaat. Ja, ik denk dat er vooral heel veel kansen voor hen liggen. Dat en die worden misschien ja. op dit moment nog niet optimaal benut. Nee. Hey, waar is het nou het me meeste vraag naar uh, qua profiel? Uh, zijn dat uh, ma marketeers, uh, developers of. of... Ja, wij zitten vooral in de tech en non-tech hoek. En dan ja. met non-tech heb ik het eerder over uh, een tech lead of een uh, product owner, een business analyst. Um, daar is niet de meeste vraag naar. Nou, de meeste vraag is technisch. Dan heb je het over architecten, ja. dus technical architects, software en engineers. En dan uh, binnen of Ethereum, Hyperledger, Corda. Dat zijn wel denk ik de drie grootste. En dan het hardware gedeelte waar we het over hadden. Dus die uh, interoperability um, met bijvoorbeeld een Stellar, EOS. Dat zijn wel uh, de blockchain infrastructuren waar het meest opgebouwd wordt op ja. dit moment. En dus daarmee ook de grootste vraag. Ja, ja, ik, even, uh, ja ik weet niet, er zijn vragen bijna, Ante. Je gooit hem er tussendoor. Ik gooi hem er tussendoor. Er zit nu een kleine lek <laughs> in dat ik eventjes even een seconde moet wachten. Hè, want uh, uh, anders zit het door elkaar heen te tetteren. Ja. Um, Riks op jullie website te kijken, dat, dat, dat is een landingspagina ja, op dit klopt. moment. Klopt. We zijn uh, samen met onze partner uh, Vikas Panda. Hij is uh, uh, techlead van Hyperledger ook. Ja. Uh, en uh, betrokken bij um, Access Exchange uh, platform, waarbij zij um, um, elk tweedehands ach, uh, spullen uh, ma materialen. Uh, verhandelen. Ja. Uh, hij is, uh, heeft ook een uh, software engineering bedrijf en uh, de website wordt op dit moment uh, herbouwd. Ja. En uh, We zijn binnen een week live. We okay. zitten nu in de demo-versie nog de laatste testen te, te doen en dan gaat hij live. Uh, hoe gaat live. dat, uh, of wat voor functie vervult wordt, dat een soort van platform waar ik een beetje kan kijken naar vacatures of? of Onder andere. Andersom, dus ja? je krijgt in principe twee grote uh, vlakken te zien waarbij je uh, ziet of cursussen, trainingen. Of jobs. Ja. Uh, en daar krijg je een overview te zien van: uh, en kun jij zelf uh, kiezen uh, wat voor jou relevant is? Proberen mensen dus ook wegwijs te maken in wat hun niveau is, door een uh, soort quickscan uh, aan te bieden. Um, en daarmee kunnen ze weer verder in de funnel zien uh, wat het beste bij hen past. Ja. Dus ik kan daar uh, straks eens gaan kijken of daar wat voor mij tussen staat. Absoluut. En dat kan zijn een, een, een crash course van blockchain ja. in een day. Dat kan zijn een driedaagse Hyperledger course. Um, tot aan dus vacatures, ja. stages. Maar bedrijven die kunnen daar dan uh, aan de andere kant van het platform ook kijken uh, als ik mijn profiel heb geüpload of of, of of er juiste uh, mensen tussen staan voor ze. Nou, we zijn aan het kijken naar die mogelijkheid. Alleen uh, de ervaring leert ja. dat uh, uiteindelijk partijen op zoek zijn naar hele specifieke personen. En dat je dat in een cv uh, niet uh, naar ja. voren kan brengen. Dus ze worden op andere. De soft skills zijn uiteindelijk vaker veel belangrijker dan. Uh, maar helpen jullie daar dan ook in om dat te. Ja, ja. dus okay. kijk, die hard skills die kun je bepalen door uh, testen te doen, ja, door ja. Uh, die cursussen te halen. Um, soft skills uh, die achterhaal je door uh, persoonlijkheidsgesprekken, uh, uh, zeg maar, assessments. Um, en daarmee kun je een veel betere en langdurige fit uh, voor elkaar krijgen. Ja. ja, daar ben ik het wel mee eens. Jij ook wij uh, Ja, nou, ik denk dat je zeker maar. is met uh, weet je, al die developers waar je continu tekort uh, hebt. Dus als je dat zou kunnen matchen of mensen daar kunt bij helpen, denk ik wel dat, uh, dat dat handig is, ja, zeker weten. ja ja, ik stel even te kijken wat, um, um, ja, ik weet niet wat we hier nog, het is heel duidelijk, het is gewoon een heel, heel duidelijk ideeën en product ja. volgens mij. Er Zelf nog wat, uh, want, want ja, wanneer zijn jullie daarmee begonnen? Waar, waarom ben je daar eigenlijk, want jij bent een van de uh, co-founders, ja, een van de founders, om ja. het dan maar zo te noemen. Wat was het idee erachter? Zaten jullie bij elkaar en dachten: van, Nou, ja, je gaat, je gaat een blockchain vacatures-site starten, om het even heel oneerbiedig te zeggen. Hoe komt dat in je op en waarom, waarom zag je daar die, die kans liggen? Nou, ik ben mede-eigenaar ook van een tech-recruitment bedrijf. Ja. En uh, ja, toen dat eind... is de link snel gemaakt. <laughs> ja, inderdaad. exact. Ja. En toen <laughs> eind 2016 begonnen met die evenementen te organiseren, omdat we een gebrek zagen aan elk use cases... En ik ben op zoek naar wat is de toepasbaarheid van blockchain. Ja. Op een gegeven moment begonnen klanten en ook software engineers aan onze vragen: heb je niet ook wat functies in, in, in de blockchain space? Nou, dat groeide en groeide. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat eigenlijk de awareness, zoals ik al noemde, te laag is. Mensen hebben gewoon niet genoeg kennis over blockchain. Dus zeiden we, nou, laten we een een, een totaaloplossing gaan bieden, blockchain talent Lab, waarbij mensen en opgeleid worden, bijgeschoold en dat we ze vervolgens ook kunnen helpen aan die baan of verder in hun carrière. Ja. En daarnaast hebben we onze communities, dus kunnen we hen ook meteen uh, linken met andere interessante partijen, met uh, andere geïnteresseerde mensen en zo probeer je zeg maar in het totaal de industrie verder te brengen. Ja. En de mensen die moeten het uiteindelijk bouwen. Um, en daarom zijn zij wel van vitaal belang. Ja, nee, ik denk dat de mensen uiteindelijk. Uh, nu nog wel, als we nog geen AI Al ritmars, hebben. He? Komen <laughs> ik, uh, ja, we gaan we eraan. Ik ga er een bieten boven. Leinand, die weet hoe, uh, hoe snel ik daar in de, in de rabbit hole kan, nee, kan springen duiken. We dan, uh, ja, daar ja, gaan we weer. Okay. weer, weer, weer. <laughs> hey, ehm. Um, ja, ik denk dat mensen. naar nou, hou dus uh, www.blockchaintalentlab.com in de gaten. Ja. Uh, ga er uh, um, ja, zit je Met... in de Telegram groep bij ons eigenlijk? Ja, absoluut. Ja. Ik zit in veel Telegram groepen. Ja, die nou, ja. ja de belangrijkste zit de je in. De belangrijkste bij ons zit onder? ik in. Gewoon ja. Ja. Je kan tegenwoordig uh, onbeperkt uh, chats pinnen in Telegram. Dus dat is uh, heel fijn. Dus Wat is dan bijvoorbeeld... Wat? Als je alles pint. Nou, niks, maar... Uh, ik vond vijf een beetje net te krap. Ik vind zes fijn, zeg maar. Maar goed, dat uh, even persoonlijk. Ik zal een berichtje droppen in de groep. Precies, als het uh, live is, laat het even weten. Ja. Dan kunnen mensen daar een kijkje gaan nemen. Want um, ook voor Blockchain ne Netherlands uh, gaan we naar een nieuwe website toe. Dat is nu nog blockchain netherlandscom ja. maar dat gaat naar bcnl.foundation uh, na de Blockchain Week, omdat we nogal uh, daarop gefocust zijn. Oké, okay, nou uh, je hebt bij deze permissie om, uh, om, om die bericht in de, in de, in de chat enough. te gooien. dus ja, um, ja, ik weet niet, Wijnald, of jij nog voor de rest uh, vragen hebt. We zitten alweer, we zeiden het van tevoren al, de tijd vliegt voorbij. Uh, als, je eenmaal, als je Ja, dat is heel gezellig en informatief. Ik vind het jammer dat ik er precies in deze week het niet bij kan zijn. Ga jij nog naar iets toe, Bart? Dan ben ik benieuwd. Uh, nou, dan moet ik even kijken. Ik, ik ga eens even een kijkje nemen. Um, wat, de, wat vind je leuk? Sorry, nou, ik, ik, ik ben wel een paar keer bij Bitcoin Wednesday geweest. Misschien dat ik daar even een kijkje neem... als mm -hmm. daar nog wat andere mensen in de groep heen gaan. Um, ja, ik ga dit dus rustig doornemen, denk ik. ik um... Vooral doen. Nou, in Rotterdam. Uh, waarom moet ik zeggen. welke dag is het in Rotterdam? Uh, meerdere dagen. Oké, okay, nou dan ga, ik dat, dan ga ik dat rustig uitzoeken. Maar dat vind ik misschien wel even leuk om een kijkje te gaan nemen. Uh, dat is eindelijk iets in, uh, in Rotterdam. Nou, de Verge Meetup, uh, die was ook in Rotterdam, uh, zag ik in, in de chat langskomen. Anyway, ja, ik zou zeggen tegen iedereen: um, ga eens kijken uh, op, uh, op www.dutchblockchainwieek.com. Kijk of er wat tussen staat en dan uh, koop een kaartje en ga erheen. Ja, laat ons weten um, als je gaat. Dat zei je? sorry bijna ja en laat ons weten in het channel uh, waar je heen gaat dan uh, misschien ja nee uh, zeker dan uh, meerdere meerdere mensen weten meer uh, dan één iemand dus dan, dan kunnen we dat eens kijken ik ben, ik ben heel benieuwd um, ja, waar ga jij heen ja meerdere dingen neem ik ja, aan maar ja ik ga naar uh, uh, sowieso onze events die we zelf or organiseren we ja. gaan uh, die blockchain for humanity ja. toegaan uh, blockchain innovation conference Um, dus eigenlijk een tal van, uh, van, van events. Ja, ja. cool. Ja. Nou, wie weet dus elkaar, uh, te zien, ja. Ja, Wijnand uh, ga je niet zien. Dat kan ik je nu al. Uh, kan je het niet zeggen. inbellen? Ja, dat weet ik niet. <laughs> dat ligt daar <laughs> je het aanbieden. Ja, ik, ik, heb, ik heb gehoord dat jij keynote speaker bent, uh, Wijnand. Ja, ja ik, ik plug gewoon. Ik plug erin hoor. Dat maakt niet uit. Ik ben er. Ja, nee, donderdag zitten we. Er wordt zitten. gefilmd op meerdere plekken, dus uh, dat zou je in de gaten kunnen houden. Oh, als er livestream zijn, dan ben uh, ja, ja. ik zeker wel op de geïnteresseerde. Dat wordt dan, dan vermeld ook bij het event zelf. Oké, nou top. Oké, okay, dus uh, www.dutchblockchainweek.com en uh, daarnaast natuurlijk ook www.blockchaintalentlab.com. Uh, Rudolf, Thanks. Leuk dat je er was. Dankjewel. Zeker uh, voor je flexibiliteit op zo'n korte termijn. Jullie en uh, en uh, ik vond het hartstikke gezellig. Um, vind je deze, deze podcast leuk? Uh, join dan on onze telegram groep en uh, volg ons op Twitter. De links kun je, kun je vinden op www.stosciradio.nl. En uh, daar kan je ons ook op diverse manieren steunen. Mocht je dat willen. Uh, um, en mocht je wat uh, bitcoin over hebben. In, uh, in deze mini-boel run die we nu ge gehad hebben. En, um, maar hou het anders gewoon uh, ook zelf als je het niet kan missen. Hè. Dus, uh, wij, wij komen prima rond. Zonder donaties ook. Bijna. Ik denk dat dit. Uh, ik heb minder stress dan vorige week, moet ik zeggen. Want toen ja. stond ik echt. Uh, toen moest ik zoveel dingen in de gaten houden of die goed gingen. En, uh, ja, maar dit deze week is, uh, is het volgens mij allemaal goed afgelopen. Een simpele setup dit keer, natuurlijk. Hè? De vorige keer hadden we Zandcast uh, ertussen. En nu, uh, ja, nu lijkt dit wat soepeler te gaan. Toen stond je laptop bijna te fikken. Ja, <laughs> mijn laptop die, die, die smolt af. Ja, en dat was ook met die video. Hè? Die hebben deze week al sowieso er al even niet bij gedaan. Um, dus. Uh, nou, hopen dat dit helemaal goed is gekomen, maar dat gaan we pas zien als we gaan editen. Dus uh, dat uh, ik heb er alle vertrouwen in. Maar tenzij dat je erbij was succes in Zwitserland, Hoe is het daar voor de, voor de ongeruste luisteraars onder ons. Even een update van jou. Nou ja, eigenlijk best wel goed. Het, uh, nu hartstikke mooi weer en we zijn echt. Uh, ik moet wel zeggen wat ze hier in Zwitserland doen, uh, ja best wel cool is. Hè? Dus ik zit bij uh, het PWC uh, Zwitserland team en uh, ja, we zijn best wel bezig met diverse en verschillende projecten. En ik moet wel zeggen dat het uh, heel inspirerend is om te zien wat, dat, wat hier allemaal mogelijk is. En welke producten er, uh, uh, aan welke producten er gewerkt wordt. En uh, dan denk ik, nou ja, het zou heel vet zijn als we daar gewoon ook wel maar met 10% op korte termijn in Nederland zouden kunnen krijgen. Want uh, ja. ze lopen hier wel duidelijk het... ver voorop. Ja, het is dus wel echt, uh, ze noemen het wel eens Crypto Valley, maar dat is dan ook wel waar. Ja, dus ik, ik moet wel zeggen, elke dag is vol meetings en uh, ik ben bij allerlei type bedrijven. En dat gaat way over mijn head af en toe. Dus. Uh, en naar codes te kijken of naar nou weet ik veel wat. Dus ik kom elke avond uh, laveloos thuis. En dan niet van de drank, maar gewoon van de tijd. Ja. Dus het ja. Is, uh, ja, nee, het is echt heel inspirerend om hier te zijn. En van het weekend ga ik even naar uh, Zoek terug. En dat is de Crypto Valley uh, van, uh, van Zwitserland. Ja. Dus uh, als ik daar nog wat leuke crypto-dingetjes op straat tegenkom, dan, uh, dan gooi ik ze in de channel. Dus, uh, en dan zo niet, dan uh, zit ik in de zon nergens een uh, pilsje te drinken. Maar ja. het is, uh, nee, ik moet echt zeggen, het, uh, het is echt. Uh, ja. Meer dan ik had verwacht, zelfs. Oké, okay, nou cool. Misschien is het leuk om, maar daar moeten we het nog even over hebben. Maar misschien is het leuk om een, de, 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 de Zwitserland update erin te gooien, even kort elke week. Ja, Volgens mij zie je, daar, uh, zie je daar hartstikke leuke dingen die hartstikke relevant zijn. Aan ja. een meertje in zoek uh, met een ja. biertje. Het is zo jammer dat ik niet echt over uh, specifieke klantdingen mag zeggen. Want dan spreekt wat meer tot verbeelding. Maar uh, ik, ik, als dit, uh, deze trip klaar is, zal ik wel eens even in overleg gaan van op welke manier ik wat kan delen. Maar ik denk dat dat wel echt heel... Uh, heel interessant kan zijn voor de Nederlandse markt. Zeker weten. Ja, maar misschien ook qua trends en dingen die je daar, uh, die ja. je daar ziet. Ik bedoel, daar komen zoveel mensen samen... dat je daar wat dichter op het vuur zit dan, uh, dan, dan hier in Nederland. Maar dan gaan we kijken hoe we dat, ja, uh, hoe we dat kunnen doen. Want het spreekt voor zich dat we niet zomaar uh, klantinformatie kunnen geven. In ieder geval, thanks dat je er weer op ingebeld op je vrijdag. Ja, vrije bedankt. Dag. Jullie bedankt. Ja, Jullie ook een vrije dag, toch? <laughs> Ja, dat is ook weer zo. Crypto ne never sleeps, he, ja, zeg het wel eens. Dus, uh, Lekker gewerkt. Top. Nou, in ieder geval uh, iedereen ook bedankt voor het luisteren en, uh, en graag tot volgende week.